So the last few weeks, I did some research about applying our economic engineering framework within the modeling within the bank, and especially in the asset liability management modeling, where ALM is defined as a process whereby banks' total assets and liabilities are controlled and managed simultaneously to manage the growth, to meet regulatory requirements, and to minimize risk. So I was thinking, can I maybe map the ALM problem to a control problem? So here you see the simple feedback control problem, where the ALM is a controller that manipulates a certain system. For now, I just call it the balance sheet, where some disturbances are acting on it, and where we have a performance measure output Y, which could be a performance of a bank or a growth performance that is set at the beginning of a period. And the beginning of the period is the reference R. And the controller wants to minimize the error between the reference and the output Y. So what is exactly the system? I was looking at financial statements within a bank, where we have two important financial statements, which are the balance sheet and the income statement, where we can subdivide the balance sheet in the banking book and in the trading book, where the banking book holds all the assets and liabilities that are held until maturity, and the trading book holds all the assets and liabilities that are traded frequently in the market. Here on the trading book, we have the market risk commonly acting, and on the banking book, the liquidity and the interest rate risk. Here U1 is the signal that represents the investing and funding to the financial markets, and U2 the loans, deposits, and the interbank lending, so the more traditional banking things, and U3 is some interaction between the banking and the trading book. In the income statement, it's a sort of performance measure and reports all the losses and the revenues during a certain period. So we could get a performance measure Y out of the income statement. Now I was looking at what could be the basis of my theory, some equation or economic theory. And I was looking at the simple accounting rule, where your capital is equal to your assets minus your liabilities. And you can extend the assets and liabilities as complicated as you want. For now, I did it for only the assets, for the reserves, the loans, and the trading assets. And for the liabilities, I did it for the deposits, plus the borrowings, plus the trading liabilities. But again, we can extend it as complicated as we want. So I started with the first model in our economic engineering framework, where the I elements are the market supply, the C elements are the elements that hold some certain accrued interest. Here, the upper part is the trading book, and the efforts are the green lines, and the flows are the light blue lines. And the banking book is the lower part, where again, the left side is the asset part, and the right side is the liability part. And it's also for the banking book, where the left side is the asset part. So here is the loan demand, the right side is the liability part, and here it is the interbank borrowing and the deposit supply, where the green lines are the controllable lines and the red lines are the uncontrollable lines. I also included a sort of controller in this model, and it's the light gray boxes, and it's the ALM manager who can make decisions during a certain period of time. And at a period of time, you have a surplus of liabilities or a surplus of assets. Your assets and liabilities are never matched because the liabilities have shorter duration than your assets. So, for example, when we have a surplus of liabilities at a certain period of time, we want to make efficient use of those funds. We can do certain different things for that. We can hold the liabilities because we expect withdrawals or a loan demand. Or we can use it for more capital supply at the central bank or for more cash reserves. Or we can invest it in the money market, which gives the highest return but the most risk. And so for the surplus of assets, we need a funding requirement, and we can then borrow from the money market, or we can borrow from other banks, or we can sell some assets. And it's also called securitization. So then I was looking, can we make an optimization problem for this, where the objective is that we want to maximize profits, so we want to maximize the return,
But the constraints are the risk tolerances set by the bank and the regulatory requirements set by the central bank. And a controller we know in systemic control is a model predictive controller, for example, who can achieve this. Where a model predictive controller makes use of a predictive model and of an optimizer, an optimizer maximizes or minimizes a certain cost function with including some constraints, and that can determine the optimal control input U for the system, and we can steer to an output Y, a desired output set at the beginning of a period. So in short, with this fundamental time domain model, we can do stress testing, scenario analysis, and behavioral modeling within ALM. We can map it easily to the Laplace domain, where we can define risk and value in the frequency domain. We can again use the time domain model to optimize profits while controlling the risk and the regulatory requirements. And with this controller, we can make fact-based decisions, and we can use it for the financial planning of assets and liabilities. So still, I have some questions and doubts, which I want to resolve with Dauwen. For example, which variables are exactly known in the models? What are the inputs and outputs of the current models? And what can be exactly controlled by the ALM department? And then my key question is, what are today's challenges in ALM modeling and strategic decision making? Because I think that economic engineering could solve these problems. Yes, thank you. Oh, very good. So, questions? Who has a question? Yes, so you say optimal control for optimal decision making. But then on the, this is your last slide, but on the second slide, I think. Yeah, here you say you want to master growth, meet regulatory requirements, and minimize risk. So with respect to what do you want to optimally control your system? What's the most important measurement? The performance measurement, do you mean? Yeah. So what's the most important thing you want to optimize? It's a little bit different to know what exactly measures the performance of a bank. And there are several opinions about it, what perfect performance measure is. And for a common firm, it's the return on equity, for example. But I think it's still a conclusion I have to make, but you could also choose to optimize the ratio between assets and liabilities, or something like that. And how can you optimize such a ratio? To maybe set a bound to it, I think, or is that still a constraint? Yeah, that's a constraint. Yeah, so constraint. It's optimal if it results highest profit or highest growth. Or you could say that you want a certain growth after a certain period and you want to optimize to the growth. Yeah. So you're still, I'm still thinking about it. Yeah. But are you sure then that you want to use optimal control or with different kinds of controls? No, not sure yet. Okay. Not sure yet. Yeah, I agree. I think what you just said, that's why we need Janine in this case or somebody else from ALM to really share what their main challenges are. Yeah. It also gives you some direction on what the sort of goal is of the control exercise. To my knowledge, it is indeed sort of steering on the interest rate matching and also the duration matching of your assets versus your liabilities. That's at least my knowledge. I was thinking, always thinking about the ratio of the assets and the liabilities, but it's still not really optimizing. So maybe you could set a certain growth measure, and then the constraint is the ratio of the assets and liabilities. Yeah. Let's see. I mean, also you mentioned the profitability. Now, of course, in the end, it's always the end goal to maximize profits. Yeah. Yeah, I can imagine that within ALM, that's a sort of a secondary thing. Then, that is first you have your main objective on this, for example, interest rates and duration.
Yeah, I think that's also the famous risk or return problem that they face. Yeah. Again, I think it was the, not the last slide, but the one before that. Yeah. Let's see where. Yeah, this one. Yeah. So you show the sort of setup of your assets and liabilities with the trading book and the banking book. So you have a model that you are or already working on implementing so that you can feed some signals and see how it behaves. That is, I think, your system, right? In this sheet. So, but in the MPC, I also see a model again. Yeah. So, what model is, are you sort of then creating a model for a model and trying to? Yeah, good question. The MPC also needs some LTI model. And I'm also not sure about it, what it could be, but it should be some predictive model that predicts the output Y. If I'm right. Yeah, so the model is a model of the system. Yeah. And in the real world, your model is never perfect. So this is really how you implement it in the real world. So you have a model of your system, and you use that in your MPC to predict what will happen to your model if you do something to it. Yeah. But the system will never be exactly the same as the model. So the output Y will be always slightly, at least slightly different from what you predicted to be. Yeah. So that's why you need to close that loop. Yeah, but it would mean, as you say, in the real world, you would, for example, you would have your ALF department doing its thing, and you have some outputs, monthly, statements on the balance sheet, for example, and stuff like that. And the model that you use to control this would be, it's a different model than the model that you showed a few slides before this one, which is sort of the mimicking of the upholding, let's say, this ALM department. No, that's the model. That's the model. The system is the bank itself. So, so for example, in your model, you want to predict how many, in your case, mortgages you would sell if you set the interest rate to, let's say, 2%. But if you do that in the real market, then the actual amount of mortgages you will sell will be different. So this model is precisely the economic engineering model. And the system is the real asset and liability thing, okay? So you have to see it also a little bit as contrasting with, say, a PID controller. You know, a PID controller doesn't really have a model of what's going on. Yeah. You know, it just looks at output, compares it with the desired input, you know, and does something on the difference. Now, of course, the designer of the controller had an idea of what the model was, but the controller itself has no idea. It's just reacting to outputs. Indeed. And this is a more sophisticated way where you say, all right, now the controller knows what we think the model is, and then it's measuring something that is a deviation, so it's making some adjustments, and it also has an objective function. A PID controller doesn't really have an objective function. It's just kind of just as a reference. As a reference, it's trying to get to this reference. Yeah. You don't know whether you're minimizing energy or profit or whatever it is. Huh? It's more stabilizing. Yeah, it's more of a stabilizing thing. You know, so that's how you have to view it, kind of in the history of controls. You know. I get that. But then in the context of your assignment, so you have your model as part of the MPC, let's say, which is the thing that you're currently building. But then if you want to sort of simulate things and see whether it works or not, then you need to also have some representation for the system. And you can say, okay, the system is the bank or is the ALM department. Then, for example, we would need to have some sort of historical data or something of the variables that you're trying to measure and control. But I think the system could also be like a decision maker, right? Like I could go back to the
the MVC. So the U is sort of the hedging strategy or the investing strategy mm-hmm. that the ALM receives, and he could determine to interact with that strategy or not. And so you can make here something like a graphical user interface or something like that, that you could reject or accept the strategy that the NPC is giving in, I think. That's how I did it. Okay. Yeah, what you can also do is, if you're going to simulate this, then you put some noise on your system. Yeah, or like the very big diagram that you showed, the likely yield in a nonlinear model, which is very complicated and has some like changing parameters. Yeah. What you do for MPC, MPC in the classical theory can only handle linear models, so you will linearize it around a certain set point, then use that to perform your optimization and maybe like update the linearization periodically. Yeah, or you could just use the nonlinear system, your nonlinear model for the system. Yeah, that's what I mean. Yeah. And eventually, like you could also build in your MPC to linearize maybe like. So use your nonlinear model on your linear. No, no, other way around. So MPC needs a linear. Yeah, it needs a linear. And the system can be. Yeah. And you do some weird disturbance on it. You kind of kick it around. So otherwise, you won't get a complex model in the MPC, like a complex optimization problem. Yeah, so you need to Yes. Some more questions? Yeah, I have a question. The balance sheet. So let's go to the balance sheet here. Yeah, so if you look at assets, liabilities, I would say that's measured in dollars or euros or whatever currency, right? Yeah. If I look at the income statement, that is in currency per unit of time. Right? Because that's an income. Yeah, no, it's over a period. Over a period. It's measured after a period. Yeah, so it's income over a period, so over a year, right? Yeah. So if I take that number and divide it by a year, I'll get the average inflow on that period. So I'll get an income or an expense, right? Yeah. Right, but so it's more like a flow of money, the income statement, whereas the balance sheet is a point in time. It's a snapshot. So now my question is, okay, the income statement, I know how to treat that in the economic engineering framework because it's just economic surplus that you're booking, right? Yeah. And you're trying to retain as earnings or pay out as profit, you know, dividends, that's a profit. So I can deal with that, that's energy, right? But then what is this balance sheet? Yeah, I'm also still looking at that because it's more like I'm using the balance sheet word because it's easy to understand for everyone what a balance sheet is. But in my framework, it will not be a balance sheet. It will be more. Yeah. Now, what I think the balance sheet is, and we haven't done this in lecture this year yet, is really the what they call the action, right? Yeah. Yeah. So you just integrate over these Hamiltonians, and then you get the action. So a change in the action is PDQ, the price mile times the amount you purchased, minus the income, right? Yeah. The HDT, all right? So when you're doing this kind of balance sheet in a literal way, I know you're saying, oh, it's just a balance sheet, you know? But if you do it literally, you'll be able to do it if you... On top of your, look, you're modeling at three levels. You're modeling at the signal level. Those are your prices and your quantities. Then you're modeling at the energy level. That's your income and your expenditures and all those things, right? But you're also modeling at the action level, right? And that's the balance sheet. Yeah. So you're going to have a three layers. Yeah, you know, where you're throwing everything from mechanics, you know? So you're... just doing regular signal controls, you know, no energy. Then you're doing this energetic stuff. And then on top of that, you'll be doing analytical mechanics, you know, Hamiltonian mechanics, Lagrangian mechanics. Yeah. So the goal, of course, is not to minimize. People say, okay, I'm going to maximize profit, but really they don't. Yeah. Because if you would do that, then every period you'll be maximizing profit, and nobody would make an investment with a losing company just because they can get profit in the future. So what they're maximizing on score is a period, right? So you want to maximize profit over the next 10 years or 20 years. Yeah, it's over a period. It's one time step.
That's right. So you're calculating the mechanical action, right? I think that's a valid point because I'm not an accountant, but what I remember is indeed, so you have your balance sheet, which is this assets and liabilities part, and there's a cash flow statement and there's a profit and loss statement. That those three elements sort of work together. So indeed, your balance sheet is your timestamps every month, for example. In between these months, you have your cash flows, of course, which are in the cash flow statement, and you can derive a profit and loss. So they are intertwined. And it could very well be that, but this is also something to discuss with Janine, for example, that in your model, some of your signals or inputs, outputs are not in the domain of the balance sheet itself, but are indeed cash flow statement. Right, or other subsidiary ledgers. I was already looking at cash flow statements also, but I couldn't figure it out exactly for a bank. Firms use cash flow statement, but I could not find in literature that exactly that a bank is using a cash flow statement. They must have all kinds of subsidiary ledgers, the ledgers of the borrowers, or their customer ledger, and they'll say what transactions they do. So that's where your signals is really important, because you're going to book in all these different accounts, and every customer and every type of asset they have is in a different general ledger account. But I think the thing I wanted to emphasize here is that in order to give meaning to all these things like assets, liabilities, you're going to have to combine, analytical mechanics. Have to fit all together. So, this is like, there are like basically three approaches to mechanics. One is kind of this Newtonian, these are the forces and these are the velocities. The other is this kind of energy-based type of stuff, where you just look at energy conservation and start taking derivatives and then see what's happening, right? Mm-hmm. But there's a third approach that's called Lagrangian mechanics. I don't know if you know about that. A long time ago. Right. And that is the description of mechanics that corresponds to the balance sheet. Okay. You see, that's the remark here. That the energy method is what corresponds to the income statement. Okay? Yeah. All right? And you will see that the way the income statement comes into the balance sheet in terms of retained earnings and all of that will be exactly how the energy approach relates to the Lagrangian approach of mechanics. Oh, wow. And then there is a third level, and that's the level of the individual transactions that you're making, what accountant called the journaling, the journal. So he bought this at this price from this person, this quantity, right? So there he lists the price and the quantity, and that is the Newtonian level, So that's always done in subsidiary ledgers and I would say journals, these accounting journals where you just say, I credited so much and I credited this then, and I credited that. So it's kind of wow, where you have these three levels of doing mechanics, and that will correspond to three ways of, looking at the business. I know also something that you touch upon or discuss or in your lectures. So we start off in the lectures first with the Newtonian approach. That's just what you would call a journaling. I'm buying this much for this price, okay? Then we'll move on to, we've done it a little bit, to more energy methods. So that is more income statement, okay? Now this is the cash flow, this is this income, these are the expenses, how do we deal with that? And then the last cycle is, they got it last year as well, is the Hamiltonian, the Lagrangian approach, where you just minimize over a period this integral, right? Okay, now I'm now halfway in lecture number six, so... Yeah, so it's all coming. It's all coming, yeah. So it's kind of the beauty of this this thing is that the different ways of doing mechanics correspond with different ways of doing accounting or bookkeeping, And you can match it up. So I see a nice, really nice thesis where you just say, all right, this is how the bank operations are. This is
this is what I call an asset, this is capital, this is income, this is a price, this is your health. There's a huge list of terms, and they can all be matched to something mechanical. And then the whole apparatus will just move, you know? Huh? Yeah. So I think this is very, very promising, you know? It's a very promising direction, and it's a really way to flex the muscles of economic engineering, where you can bring in all these concepts and really show that these are not just pie-in-the-sky ideas, but it really will work, you know that? So... Yeah. Yeah. So I think we should move on, right? Mr. Emil. Yeah, this, I'm going to clap. Ja, ik kan het. Heb je nog een simulatie? Heb je genoeg? Heb je genoeg? Ja, misschien wel. Dat was een goede presentatie, joh. Ja, ik heb ook wel een beetje nagedacht over het verhaal en zo. Jammer dat je niet mag. Nice. Ja, de volgende week dan. Ja, precies. Weet je, dan heb je nog wat gedaan. Dan maak ik me niet zo druk op. Nee, ik vond het ook wel belangrijk dat het een goed verhaal is. Ja, voor een goed verhaal. Het is gewoon belangrijk om een datum te hebben voor een goed verhaal. Ja, ik wil ook gewoon duidelijk overbrengen. Op het doel van Janine, dus ik had zeg maar ook al die interest rate risk en zo niet uitgelegd. En ik denk, ja, dat snap ze wel. Ja, dat snap ze wel. En ik wil vooral die conclusies goed hebben waar het nog mee zit en waar ze ook mee kan helpen. Nee, dat heb je heel goed gedaan, want normaal is mijn vraag altijd, ja, maar waar gaat het hier om? Je hebt gewoon een paar leuke dingen gezegd, weet je? Ja, heb je echt leuk gedaan. Waar in die kar zit. Ja, en dan die model predictive control is vooral als voorbeeld wat mogelijk is. Ja. Ik heb nog helemaal niet uitgezocht. Het is gewoon een voorbeeld. Ja. En je hebt gelijk al een goede discussie met Jeroen, want dan kan die gelijk, oh ja, dat is model predictive control. Ja. Dus je kan ook... misschien zeggen van dit zou je weer met classical control kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. Dat je een beetje een outline geeft op wat de mogelijkheden zijn als we dit bereiken, weet je wat we kunnen doen. Ja. Want je kan ook optimal control doen met, je hebt die assets, liabilities en zo. Nou ja, NPC is natuurlijk optimal control. Ja, PC is optimal. Huh? Dus. Ja. Ah, je bent gewoon een goede presentatrice, weet je. Huh? Ja, dankjewel. Je moet nog wel een beetje oefenen, weet je, maar het is iets, iets nog met huis, weet je. Ja, toen is ook echt lang geleden dat ik weer gepresenteerd heb. Dat is het lang geleden dat je het gedaan hebt. Ja, dit is eigenlijk wel... Ik heb natuurlijk geen HDMI in mijn ding zitten. Ik heb HDMI. Nee, maar dan moet je gewoon even hier open. Ja, oké, okay, cool. Nee, laatste keer dat ik een presentatie heb gezien, zijn eigenlijk. Je bent. Nee, we hadden het niet. Het is wel een heel erg presentatie voor mensen die ook meer kennen van de bank, die wel al weten hoe de bank in elkaar zit. Dat is best goed. Dat ding is best wel leuk, Jeroen. Er zit gewoon een heleboel haken en ogen aan. Een heleboel delen van de theorie. Ja, want je hebt, als je dus kijkt naar de bewegingswetten, dat is heel interessant. Dus je een bal gooit, en Feynman heeft daar een heel mooi artikeltje op. Je gooit een bal, dan kan je uitrekenen dat hij een soort parabool doet. Huh? Ja. Oké. Maar je kan ook zeggen van, oké, die bal die volgt helemaal geen wet of niks. Nee, die minimaliseert iets. Dat noem je de mechanical action. Oké. Ja. En dan, als je dat goed opstelt, weet je, dan stel je Lagrange op en dan neem je de integraal, dan krijg je precies diezelfde baan. Dus dat deeltje, dat is altijd een beetje een soort mysterie waarom die weer heeft zich gedragen, alsof die iets minimaliseert, weet je. Ja. Nee? Maar dat doet het gewoon en daar kan je heel diep filosofisch over nadenken. Maar wat leuk is in economic engineering, dat je zo'n Lagrange, dat kan je naar een cost function vertalen. Ja. Dus
De kinetische co-energie, dat zijn de operational expenses. En de andere zijn een soort andere opportunity cost. Die de aftrek. En dan, en het negatieve daarvan, is dan de profit. Weet je? En dan wordt die action integraal, juist de maximalisatie van de profit over de period. Dat is wel eens gezien in de economie. En ze hebben natuurlijk allerlei Lagrange's opgesteld om het zo te doen. Maar wat ze niet gezien hebben, is dat het losstaat van een model. Weet je, dat het gelijk een beweging impliceert die conform de gewone theorie van massa via temperatie. Snap je? Ja. En wij maken wel die link. Oké, okay. Dus daardoor kan Britt in principe gewoon met FSMLA een model bouwen, weet je, met allemaal signalen. En dan kan je laten zien dat dat ding zich gedraagt alsof die, weet je, de winst staat te maximaliseren. Huh? Oh, dat is heel interessant, weet je. Dat is heel interessant. Ja. Ja. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd wat er eigenlijk komt. Ja, komt als in, wat is nou de soort van aanleg en dan kunnen we optimaliseren. Juist. En of we dat variabel of dat signaal, of je dat dan dus inderdaad ook zo netjes in die Lagrange variant krijgt en dat het ook zo dan werkt. Ja, inderdaad. Dus dat is hetgene wat je moet gewoon aan weten, maar dat is die heilige graal daar. En kunnen we er naartoe werken. Ja. En dan kan je zien, dan kan je gelijk zeggen, want oké, dan gaat het grootboek er zo uitzien, want dat gaat meer volgens de Lagrange methode, dan gaat het income and loss statement er zo uitzien, hè? Want dat is gewoon Hamiltonian energie en zo. Hè? En dan kan je zeggen, dan gaat het cash flow statement zo uitzien, want dat is het kredietflow of het geldflow. En dan gaan al die subsidiaries er zo uitzien. En je moet het allemaal kunnen uitrekenen. Allemaal moet het aan elkaar zitten, weet je. Ja. Dus het is een manier om het hele, alle administratie eigenlijk te consolideren. En die gaat allemaal in dat ene model, maar dan wordt het gelijk dynamisch. Want dat is natuurlijk accounting niet. Je bent alleen maar aan het registreren, weet je, wat er gebeurd is. Ja. Ja. Maar je wil eigenlijk die boeken dynamisch maken, dat ze gewoon gaan leven en zeggen in de toekomst gaat dit er, en deze account gaat dat doen, en die account gaat dat doen. Ja. Lukt het? Ja, niet al. Oké. Ik zet maar een beetje tijd tussen om hier te doen hoor. Ik weet niet hoe we dat gaan doen, we moeten een beetje klikken, maar ik kom gewoon hier. Ja, nee, je komt op daar toetsen voor de muis. Ah ja, inderdaad. Alles doen we ook. Alright. Maar ja, voordat je begint, want ik zie eigenlijk jou en het scherm, maar als een van de deelnemers. Maar ziet iedereen dat zo? Of, nee, je moet wel even spotlighten. Of pinnen. Ja, pinnen vooral. Spotlight is voor iedereen. Pinnen. Ah, oké. Ah, yes. Right. Okay, so roughly going, I think. Mm-hmm. So hello everyone, I will talk today about the representation of interest-bearing instruments in the Lorentzian space. That's a lot of scary words. I hope they will all make a lot more sense to everybody after this presentation. So let's get started. I'm going to start off with a quote by Albert Einstein, and he famously said that compound interest is more complicated than general or special or relativity theory. Then doesn't really matter. And actually, I have a very ambitious goal today, and that is to disprove Einstein twofold. First of all, that compound interest is not complicated at all if you look at it from the right perspective. And secondly, that it's actually quite similar to relativity theory. So with this ambitious goal in mind, let's proceed. So more concretely, what I want to do is first, I want to take a look at the very mechanism behind compound interest. What's the idea behind it? Why does it exist, really? So that everybody really has a clear grasp on how this mechanism precisely works. And secondly, we want to represent this mechanism in an entirely new way, like from a mathematical perspective, and hopefully
because this is obviously what we do in economic engineering, is that this new perspective will allow us to establish some really fundamental new connections, some useful analogies for future research that I plan to do in my thesis. So let's get started right away. I'm going to start this, I'm going to explain this by means of an example. So imagine you have like an investment of $100 in your savings account and it bears 5% interest. That's a very nice prospect in nowadays, because nowadays it will likely be 0.5% or something. And it's compounded yearly, which basically means that every year the bank will look at your savings accounts and say, okay, there's so many interest on this, and then we're going to pay you, right? So they sort of, from a control engineering perspective, you can like look at this as a sampling rate, right? So they look at your savings account every year, and then they sample and they make the calculation, right? And I put two values on the slide here. On the bottom, you have 100, and on top, you have 0. And the bottom values, they represent the invested capital. So that's the value, the money that you actually invested in your savings account. And the top value, that's the value that you actually earned by earning interest, right? So after 1 year, what will happen? Of course, the bank will look after 1 year, you saved well, so the 100 euros is $100 still there, and you get $5 from the bank. And there's also an arrow going the opposite way, because obviously in compound interest, the key behind compound interest is the interest on the interest, of course. So if you earn interest and you keep it on the bank, you will also receive interest on your interest, right? So that's the arrow going down. But of course, because it's only the first year, you didn't receive any interest yet. So there will be zero earnings from that. And the idea why this arrow is going back to the capital axis is because you reinvest this capital in your savings accounts. So the earnings that you make on your interest, you reinvest those, and that is the very key behind compound interest. If you wouldn't reinvest the earnings from your interest, what you have then is simple interest, and then you receive interest at a fixed rate. But here it's changing, and I will demonstrate how. So in the second year, the situation is quite similar. So we again receive €5 because there's still $5. There's still $100 of capital invested, but now we add 25 cents to our capital account because we reinvest the interest earnings that we get on our earned interest, right? So that's the arrow going down. And this is the effect of compounding starting to happen, right? And if you do this another year, I think the process is becoming quite clear. Again, the bank will pay you 5% based on the capital you have invested. And again, you will receive interest on capital you have invested. And sorry, you will also receive in this case, $0.50 on the interest you have already earned, right? So you can already see the effect of compounding taking place. It's really this arrow that makes sure that your accrual of money actually accelerates in time. And this final example really demonstrates the same thing again. So you have 5% on the accumulated interest, on the invested capital, the capital that you keep reinvesting. And again, you're also still earning interest. So let's now introduce some terminology that I came up with. So the top axis, we will call that the yield, and the bottom axis, we will call that the invested capital. And we will call the top row, we call it Y, and the bottom row, we will call it X. Now we number on the right, top right, correct? Yeah, the number on the top right seems a bit big compared to the others. Oh yeah, maybe I was initially like 1,000 euros, and I changed to 100 because it's easier on the slide. So it should be 15 and 5. Yeah, it should be, you should just divide by 10. Yeah, sorry for that mistake. So we're all engineers, we see a Y, we see an X, we see two rows of numbers, so like everybody's like begging to like put this in a graph and like plot it so we can see what it looks like visually, and if we do that, we get this. And this is something quite peculiar. This is a very well-known mathematical object, or at least it's an approximation to one. Does anybody likes to venture a guess of what is this shape called? Like, does anybody know? I'm sure like Britt and Jeroen will know, but maybe somebody else? No, exponential growth. Well, it's exponential growth, but looked at in a different way. I'm gonna say it anyway. This is called a hyperbola, and we're gonna look at it later as well. Or at least it's an approximation to a hyperbola, because the defining property of a hyperbola is actually this equation. It's an implicit equation. It's x squared minus y squared is 100 squared. Well, you could put any number, of course, there. It's called the radius of the hyperbola. And you can actually see that it really approximates the hyperbola really well. Why is it only an approximation? Because we do yearly compounding. The bank will only look every year how much is in your account and will like pay you the corresponding interest.
But this sort of perfect hyperbola will only arise if you compound faster. So you can compound every month. You can look every month at the account and pay your corresponding interest. You can do that every day, every hour, every minute. And this limit process will eventually result in what is called continuous compounding. And that will result in this ideal hyperbola. You can see actually that also the relay compounding lags behind the continuous compounding process. And the continuous compounding process is really the most ideal representation of this idea of compounding interest. It's the fastest way that you can accumulate. Like, for example, for the bank, it's really good to compound yearly because they have to pay you less. So now let's take a closer look at how. Can I ask you a little question? Sure. So if I go back one more slide. Yeah. One more. So that top thing. Yeah. The bottom thing. Is that the Taylor series for the cinch and the bottom the Taylor series? Yeah. For the cross? Yeah. Exactly. So these are all. If you look at for example, if you can like if you just look at discrete compounding, you can it's just a high power of like 2 term, and you can expand that using Newton's binomial theorem, and you can have like odd terms and even terms, and here are all the odd terms and here are all the even terms. Of course, the sine or the sinh is an odd function, the cosine is an even function, and it will be on the bottom. Right, so we decompose in those two contributions. And I know that the sum of those of an even and odd function will be another function, which is the exponential. There's the exponential. Exactly. So if I go to that graph, because somebody says exponential growth. Now the x-axis, if this is 100, and this say is 1, then it's the x-axis component is the cosh, and the y-axis is the sinh. Yes, right? Precisely. And then the sum of those will be the exponential, right? Yeah, exactly. So how do I get that graphically? Well, we'll dive into that right away. So we can now look at a more abstract picture of the hyperbola, and we can get what to what Max was alluding. So let's define something. Let's define some symbols. K is the initial investment. That's sort of the radius of our hyperbola. That's where it crosses the x-axis. And of course, we already mentioned that y is the yield and x is the invested capital. And then you can define a hyperbola with this defining formula: x squared minus y squared is equal to k squared. Now I want to mention briefly that it's actually not at all too different from what a circle is, right? So a circle would be defined by that formula, which is x squared plus y squared is equal to k squared. So from a fundamental perspective, they're actually quite different. It's only this minus sign that makes this hyperbola like shoot into the infinity. But they both have the same radius. In fact, this is a negative radius, but it's the same absolute value. So there's a lot of similarities between circles and hyperbolas, and we actually want to exploit that to see why this is why the interest process is actually analogous to a hyperbolic rotation. So just like in a circle, on a hyperbola, you can also define angles, and it looks like this. So if you just take a point on the hyperbola, you connect it with the origin, and the area beneath that, and also bounded by the hyperbola, that's the half of the corresponding hyperbolic angle. We call that zeta here. And that's actually the very same definition as what you would use for a circle. And of course, if you want to project, given a certain angle, that point on the x and the y axis, what you use is the sine and the cosine on a circle, and here you use a hyperbolic cosine and a hyperbolic sine for a hyperbola. So you can already see that the hyperbolic cosine actually represents, like Max already told everyone, like he spoiled it, the invested capital and the hyperbolic sine will give you the yield that you have on your investment. And I also should again reiterate that, of course, the hyperbolic angle here is the interest rate times the time, right? It's the interest rate serves as an angular velocity. A hyperbolic angular velocity is the speed at which this area actually increases. That is your interest rate, right? So you travel at a certain hyperbolic angular velocity along this hyperbola. So now where is the exponential? It's not here yet. Or I don't think. Do you know how to get it? Yeah, it's a sum of the two. Yeah, and how do you graph that? The sum? How would you do that? Well, you can just do x plus y if you want to. Yeah, I know. But how, can you? Well, it's not in here because you need a time axis if you want to use the exponential. So the exponential comes up if you plot it against time, right. And this is more of like a phase space ID. Right, you have like two states, one is the yield, one is the invested capital. And those two functions will tell you how you move in this phase space.
And as control engineers, we actually know that it's often a waste interesting representation. Zeta is delta times time, so this thing is moving along with a caution, the cinch moving. Right? Yeah, exactly. So I think you can get it by projecting the point on the asymptote, actually. If you do that, I'm just saying that. Yeah. We don't need to get, that's how you get it, right? So you'll see that if you project on the asymptote, you'll get the 1 over the square root of 2 times, but anyway, let's just leave it in the middle. Let's reiterate really quickly. So discrete compounding, which is very common in banking, it's a common practice, actually falls short of the ideal situation. So that's why we want to look at continuous compounding, because that actually preserves our initial investment. It is the most ideal way to accumulate capital under a process of compounding interest. I want to introduce a little math, because we want to do it a little bit fancy. So the best way to represent this, the plane that I actually showed you, is called the Lorentzian space, or a two-dimensional Lorentzian space. Lorentz was actually a Dutch physicist about 100 years ago. He came up with this idea. And this is actually also the same space in which special relativity takes place, hence the connection with Einstein's theory. It looks maybe daunting, but the idea is pretty simple. Lorentzian space is just a vector space of any dimension, in this case two, with a different notion of distance. So in a normal Euclidean space, that's also a vector space. You can also have an Euclidean plane is also just R2. And the notion of distance is a 2 norm, right? So you can use Pythagoras to calculate distances or lengths of vectors in the Euclidean plane. In the Lorentzian plane, that's quite different because you use the difference of the squares instead of the sum, right? So the idea is entirely analogous, but you have a different notion of distance. And as I already mentioned, this distance is actually the initial capital that you invested. Now let's do a little more. Let's talk a little more about finance, because up till now we're doing math, so we want to do a little more finance. If you look at the Lorentz plane, we have the x-axis, we have the y-axis, and we want to like put some different notation, like financial terms in this thing. So imagine you have like a positive amount of capital as an asset for you from your perspective. And you have a positive interest rate. Then you travel across along like this part of the hyperbola. That's actually also what I already have drawn previously. Now imagine that this is actually something that you get like an asset in the future. Then you have to discount it, as everybody knows. That's like actually traveling at a negative interest rate. So then you get something like this. You're traveling at the along the hyperbola in the opposite way, but it's still a positive asset. It's money that you're entitled to get. But you can also have negative money, you can borrow money, that's like, it shows up negative on your balance sheet. So that would be like a credit plus interest, and then in that case both capital and yield grow negatively. They grow in time. If you keep your loan for a longer time, you have to pay more. And then at the same time you can also discount credit in the future. So those are actually like the four parts of this plane, and they have a very significant meaning in finance. So that's what I want to convey here, is actually that there is a really intuitive notion of all these concepts, and like actuarial scientists, they do all these calculations, but in this way it's actually really easy to visualize what is happening. And that's also what my demo is about, so we'll try and see if this works. There's one here. No, it doesn't really. Yes, exactly. Okay, so what we did here, I call it the Minkowski plane, that's a bit sloppy. You should really see it as a Lorentz plane. And you can see here the hyperbolic space, and I put also a grid in it. So you can see this is sort of the equidistant parts in the grid from a polar coordinates perspective. So these are different amounts of capital, right? Yeah, so you travel across these hyperbolas, so these are different amounts of capital, and these are like hyperbolic angles, so that's an interest times time. So either you travel a short time for a big interest rate or a long time for a small interest rate. So you have a grid of ISO interest and ISO capital. ISO accumulated interest. Sorry. ISO accumulated interest. Yeah, exactly. So and ISO capital lines, right? Yeah. Each hyperbola is an ISO capital line. Yeah, exactly. Okay. So imagine we want to do some valuation. So for example, we have an investment of like $1,000 at time zero. So that will be like a negative value. Doesn't show up, but I hope. That's a good source. Yeah, but then I need to go down as well. Yeah, okay, some technical issues here. Okay, so hopefully this works.
Yeah, okay. Then say we get like $400 in 2 years. I don't think you're typing in it here. Okay, that's a bit, it's unfortunate. Can I maybe resize it? Yeah, resize it. Oops. Take it. Wait. Maybe Kuni, you can just type it on the other screen. Yeah, so like in the second column you do like 400 in 2 years and like positive 400 because that's like a payment that you get. Yeah. Hang on, let me take a look. Just do you need time there? Yeah, like in 2 years. Two. Yeah. And then maybe another 400 in like 5 years or something. Like this is just entirely hypothetical, but it's a potential investment. Yeah, and then like another 400 in like 6 years or something. Okay, and then draw them back to the big screen. And hopefully I can still use the slider, exactly. So what we try to do here is calculate the internal rate of return of this investment. So maybe it's not entirely visible, but we pay like 1,000 euros right now and we receive 400 euros in 2 years, we receive another 400 euros in 4 years, and another 400 euros in 5 years. So the question is now, what is the internal rate of return of this investment? And as you all know, is that the net present value of the entire thing should then be should then amount to zero. And we can, all these investments, all these payments, we can represent as vectors in our Lorentz or Minkowski plane. And now the internal rate of return amounts to zero, but what should happen is that the yield plus the invested capital, because x plus y should in total amount, that's the total value of your investment, should amount to zero, right? And that means that your red vector, which is the sum of all the vectors, of all the investments, should cross this line, because that's x plus y is equal to zero, or x is minus y. See, so that's a decreasing line, the slope one. So we can use a slider. So that's not the speed of light, or some weird speed of light. It's not entirely, like, because it's always one in finance, because they have the same weight. But yeah, but so is the speed of light. It's always yeah. This is precisely what it is. Right? Yeah, it's in relativity, it's the speed of light. So you can see if I like increase the internal rate of return to about like I'd say like about 4%. You can see that the total value actually crosses this line. This is the internal rate of return of this investment. It's about, I'd say, 5% here, because what is happening, because if I sum all the accumulated value of all the blue vectors, they will amount to zero value. That's the idea. So you can see here, you can also see the internal rate of return as a certain interest rate. You can see these are future payments, so they exist in this part of the plane, they are discounted towards the present. This is one at time zero, so it will never move, right? Because it always exists in the present. And maybe I can even zoom in, okay, so we can see it moving better. And now all payments have the same size, so they travel across the same hyperbola, but they happen at different moments in time, so that's why there is an angular spacing between them. And now we can really see that at about 5%, don't know what the real solution is because I just came up with this example, but it will be about 5%. So this is the internal rate of return of this investment. So this is just a bit of a showcase of how you can really intuitively represent financial calculations in this Minkowski plane. So now let's get back to the slide. So as I already alluded, you can calculate always the total value by summing the total capital invested and the yield, so x plus y, and you can recover the initial investment by using the Lorentz metric and applying x squared minus y squared. So now let's quickly bridge the gap of dynamics. We can define angular momentum as this plane. We have a certain position. I already mentioned you can use the cosh that represents the x position, the sinh represents the y position, times k for the initial investment, that's the position in the Lorentz plane. You can use the derivative to calculate velocity, and if you then calculate the angular velocity, which is just a cross product, we will not define the mass yet, just consider it to be like a constant vector. I didn't look into that yet, but it's just here for completeness. You can actually see if you calculate this cross product that you get this value. So it's a vector that's pointing out of the plane, just like with a normal rotation. Angular momentum is actually conserved for an investment with like a constant interest rate. So, and it's equal to m times k squared times the interest rate. So that's the angular momentum of your credits or your debits. You can do the same thing with kinetic energy. But you need to take care to use the Lorentz metric instead of just a normal Euclidean metric as you would do for regular angular velocity. And you can see that also kinetic energy for this kind of movements
is conserved. It's equal to m times k squared times the interest rate squared divided by 2. So you can already see that there is some opportunity to make connections with rotational mechanics from this analogy. So let's now draw some conclusions. So we can establish a meaningful analogy between interest movements and hyperbolic rotations and rotational mechanics in general, because hyperbolic rotations and circular rotations are themselves analogous. There are some differences, but you can really regard them in the same way. We can use a Lorentz metric to preserve the investment. We can do valuation by summing all the components together. That's what you said, what you saw in the demo. We can also visually represent internal rate of return, bond yields, which is just the internal rate of return of a bond that puts it equal, makes it equal to the price. So all these finance calculations are actually doing the same thing. And angular momentum and kinetic energy are conserved. So those are actually the four big things I wanted to showcase here. Now, what is the outlook? I really want to look further into, like, up till now I only did kinematics, but now I really want to bring in like economic engineering and make the step to dynamics. So we want to define the mass. It will probably have to play the role of interest elasticity of supply and demand. So actually, like, bring in the entire market and see how it will move. And also define restoring forces like C elements, and there will be like some kind of potential fields in these in the Lorentz space that would drive back or like work as a counteracting force for people to cash in on their investments instead of just keep them running. And I'm actually thinking that risk would probably play a pretty big role in there, because people just don't want to keep their investments running for years and years and years, because at some point the credit risk just becomes too large and you want to diversify, you want to cash, you want to refinance, whatever. But there are some forces at play that actually make sure that you don't travel along that hyperbola towards infinity. So this is all that I wanted to say. I hope it's at least I got some of the message across. And thank you for listening. Are there any questions, still? Jeroen, had jij een vraag? Eigenlijk bij jouw eerste slides over dat voorbeeld, hè, dus dit naar yield en invested capital. Ik zat al een beetje met de intuïtie van invested capital. Dus je invest 100, je krijgt als eerste de rente op van 5. Mm-hmm. En dat is in yield. Maar die compound die gaat toch eigenlijk over, als je het heel bekijkt, over die 105. Dus het is nog niet zo dat je die 5% van die 5 alleen maar weer terug investeert. Hè? Dus die rente gaat toch over dat geheel. Dus ik zit nog een beetje met wat de intuïtie achter het invested capital is. Omdat er op een gegeven moment een 100 plus 0 en dan krijg je 100 plus 0,25. Dus wat is nou de split? Ja, het idee, zeg maar, wat het verschil vooral is, is dat stel je zou alleen dit verdienen, dan heb je gewoon simpel interest, zeg maar. Dan krijg je gewoon geld de hele tijd aan een soort van fixed rate van die initiële investering. En het gaat er net om dat als je hier ook interest op toepast, dat je die weer herinvesteert en dat het daardoor het compounding effect optreedt. Dus op die manier kan je dit proces ook simpel interest zien, alleen bestaat deze pijl dan niet. Zeg maar, de pijl die naar beneden gaat, die bestaat dan niet. De interest op wat je yield is, dat gaat weer terug. Dat gaat weer terug, want dat is eigenlijk investeren. Ja, inderdaad. Ja. Want anders vraagt die hyperbool niet af, hè? Nee, inderdaad. Dan krijg je gewoon een blijf. Dan zou je gewoon deze lijn hebben. Dus elke keer als die afdaling, dat is precies, hè? Ja. Ja, precies. Als je dat niet doet, dan gaat het niet weg omhoog. Ja. Dat is ook een hyperbool, maar dan een soort degenereerde, hè? Ja. Ja, precies, ja. Ja, als ik even met je naam zou zien, wat je normaal doet, zou je gewoon 5% over 100, 5% over 105, 5% over wat je dan weer hebt enzovoorts. Ja. Je trekt het op een bepaalde manier uit elkaar. Op deze manier zoals je laat zien. Er zijn ook een soort van waar ik over nadenk. Van, je kan ook bijvoorbeeld zien dat bijvoorbeeld. Eigenlijk belastingen die werken eerder op deze as, zeg maar. Want dat is, zeg maar, wat je investeert, dat wordt in principe niet belast. Het gaat pas om wat je erop verdient, wat belast wordt. Dus belastingen die werken eerder, dat is een soort R-element wat hierop werkt.
een risico. Dat werkt eerder op deze as. Want stel, zeg maar, ik ben mijn winsten kwijtgegeven, ja, dan had ik beter in iets anders geïnvesteerd. Ja, juist. Dat is niet echt het probleem. Als ik mijn kapitaal kwijt ben, dat is wel echt een, dat is echt een hard risico, ja, als je speelt. Zeg maar, ja, het risicoveld dat loopt in deze richting. En je hebt een soort R-element wat belast in deze richting. Dus zo kan je al zien dat ze best wel een andere rol spelen. Alleen hebben niet zoveel mensen, of denk ik niet echt iemand, het al op deze manier zo bekeken. Dus dat op zich is wel interessant om het zo te doen. Ja, zeker. Ja. Ik merk zelf dat ik ook eens in mijn hoofd de intuïtie moet vinden van wat is nou precies die yield en wat is nou precies dat invested capital? Ik snap het zonnetje erachter wel, maar wat is de intuïtie dat voor zijn? Ja. Van de skate? Ja, dat is gewoon hoeveel je herinvesteert. He? Dus als jij je interest neemt en gewoon gelijk eraf haalt, weet je. Dus je hebt een bedrijf en je krijgt earnings en je haalt ze er gewoon uit en keert het als een dividend uit, dan groeit het niet. He? Ja, precies. Precies, maar mijn intuïtie zou zijn dat je eigenlijk die yield, die investeer je eigenlijk ook weer. Want je doet daar niks mee, je haalt ze er niet uit en je krijgt er ook nog steeds rente over. Dus je krijgt pas rente in de volgende periode. Ja, is het een soort. Ja, snap je? Je moet hem eerst binnenhalen. Dus hij gaat, ik haal hem binnen. Zo, hè? Dus hij haalt hem binnen, boom. En dan krijg je een rente over. En dan haal je hem binnen en dan krijg je over alles wat je binnen gehaald hebt, rente. En dan weer, en dan zo. Hè? Dat is wat hij doet. Hij loopt zo een trap die per boom op. Hmm. Hè? Ja, wat ik volgens mij bedoel is dat in die tweede tijdstap de invested capital 105 zou zijn. Ja, dat is hij ook. Ja. En dat is hij ook. Je ziet dat hij steeds sneller naar rechts gaat. Ja, maar dat is niet in wat we in Google zien. Niet in de tweede tijdstap. Wat? Nou gaat hij omhoog. En dan hier gaat hij naar rechts. Huh? Ja, zo gaat het. Je zit een beetje in die tijdstappen zitten. Nee, dat is niet waar. Dit is gewoon precies deze twee kolommen. Ja. Precies deze twee kolommen zijn de eerste vier of vijf tijds, dat zijn deze drie. Dat zijn deze vier. Zeg maar. En ik heb er nog wat verder getekend, want dan heb je natuurlijk mooi de hyperbolen bij. Maar inderdaad, de vraag is wel waard om ook stellen. Waarom? Ik snap dat we dit uit elkaar trekken, maar waarom is niet in de tweede tijdstap het invested capital 105? He, dus dat die, wat je eigenlijk, je hebt als eerste, na stap 1 heb je een yield van 5. Ja. Maar daar doe je verder niks mee, die haal je er niet uit, dus die blijft ook. We zijn onderdeel van het geheel. Dus waarom is dan dus niet de invested capital ontstaan? Nee, want dat is het niet. Je hebt een rente van 5 en invested capital van 100. Dat is gewoon hetzelfde gebleven. Ja, voor mij blijft de meest intuïtieve manier om de stap te maken van dat simple interest. Zeg maar, van dat simple interest is best wel duidelijk dat dit een soort aparte winstas is en deze blijft dan altijd hetzelfde. Snap je, ervan? Dan heb je, wat ik al zei, van simple interest, die gaat gewoon deze kant op. Dus het idee met compound interest is net dat de interest ook hierop werkt en dat je die weer herinvesteert. Nu, wat je ook zou kunnen zeggen is, zeg maar, we hebben nog een derde as en dat is kapitaal van de derde generatie en een vierde as en een vijfde as. Zeg maar, je kan een hele piramide bouwen die oneindig groot wordt. Maar als je er dus niet over nadenkt, dan zie je dus gewoon de som van de twee kolommen. Ja, dus dat inderdaad. Als je op je bankaccount ziet, is X plus Y, dus dat is gewoon de som van deze twee. Ja, dat is wat je hebt. Maar dat is ook het hele moeilijke aan economic engineering doen in finance, dat alles heeft de eenheden van geld, zeg maar. Dus je hebt principal amount, je hebt yields, je hebt kapitaal, je hebt de waarde, je hebt de prijzen, dus je moet soort van op een bepaalde manier die dingen uit elkaar gaan trekken. Ja. Ja. Maar als je het laatste bent, dan komt het wel helder. In die zin, de bovenste is eigenlijk gewoon je traditionele non-compound interest. En als je compound is, dan kun je het dus op een logische manier in ieder geval uit elkaar trekken. Door het is de correctie. Juist weer terug te brengen naar de basis, naar de blauwe. Dat is de correctie die je erop toepast. Ja, precies. Wat een andere manier volgens mij, en ik weet niet of dat juist is, kan je even naar die grafiek gaan? Nog eentje verder. Die hebben hier een asymptoot, hè? Ja, daar hebben we nog niet naar gekeken, dat is interessant. Wat is er? Hoe kan je hier? Volgens mij is dit
Ik heb dat ook wel eens een keer uitgeprobeerd, dus hoe kan de basis. Ja. Dus hier heb je die asymptoot. Hè? En als je hier een punt hebt, dan kan dit ding. Hè, je kan ze, als je dit ding hier op projecteert. Dat klopt, ik weet al wat je bedoelt, ja. Als dan je is dit 1 tot de macht min delta t, hè? Nee, ja. Daar een of andere factor. Hè? Wat je kan doen is, zeg maar, als je dit zou zien, is je kan natuurlijk, als je die vector ziet van. En Sinch, en we gaan uit van unit capital right now. Zeg maar, je kan natuurlijk evalueren als dit een vector is door het keer- en column-vector te doen van deze, zeg maar. En dat is eigenlijk een vector die hier over ligt, heel ligt, zeg maar. Dus wat het dotproduct doet, zeg maar, door een malle ja. te doen, is het daarop te projecteren. Ja, dus maar dan, wat is dit? Dit is cosh plus Sinch, hè? Ja, dat is exponential. En dat is de exponential, hè? Ja, dat is best wel ergens moeten doen. Dus dit hier is die exponential. Hè? Ja, die zit op die as. Ja, maar ik denk dat je hier met al 1 plus 2 of zo moet werken. Ja, dat was je. Wel, maar dat maakt niet zo uit. Ja. Dus wat je ziet, dan is het zo'n Doppler-effect inderdaad. Dus die exponential, die meet gewoon hoe ver je, als je het projecteert op een hyperbol. Hè? Dus dat betekent dat je rente en je kapitaal op een constante snelheid aan het groeien is. Dat is het maximale wat je kan bereiken. Weet je? He, want je ziet, je gaat steeds dichter bij de hyperbol. He, dus dan zit je eigenlijk op de soort lichtsnelheid. Ja. Sneller dan dat kan niet, he, je ja. groei, he, in de tijd. Ja. Ah, ja. Ja. Oké, dus dan zit je hier aan. Ja. Dus als je dus de rente optelt bij je kapitaal, dus dit is de rente, he, en dit is de kapitaalgroei, capital growth, he, dan krijg je dit ding. En wat was precies de projectie langs de hyperbol? Hè? En dit wordt normaal alleen gerapporteerd. Oké? Ja. Maar, ja, dus zoals we al zeiden, kan je dus best wel wat intuïtie vasthangen aan wat er op I staat en wat er op X staat. En dat is net heel waardevol voor wat we proberen. En daarom is het ook zo leuk om als je hier een projectie doet, je kan hem zo projecteren. En dit punt kan je hierop projecteren. En als hij dan hier naartoe gaat, dan kan je zien hoe die hier beweegt. Snap je? Ja. En dan die hyperbol, dan zit die aan het end hier, hè? Ja. Oké. Dus dan is het wat andere manier om, ja. om voor te stellen. Maar dat getal 1, dat is toch ook gevonden door naar dit probleem te kijken? Ja. Ja. Door te kijken naar wat gebeurt er als je... Ja, als je gewoon eenjaarlijks interest oneindig snel bouwt, dan krijg je 1. Ja, dit is hoe ze het gevonden hebben in Finance, hè? Ja. Aan Bernoulli was dat volgens mij. Ja. Ja, dat is ook, Een andere manier waarop ze het gevonden hebben, is door de quadrature of de hyperbola. Dus ze kijken naar dit oppervlakte onder die hyperbol. Dus pi dat is de oppervlakte onder een cirkel. Mm-hmm. En je kan naar de oppervlakte onder een hyperbol kijken. En dan krijg je de log. Hè? Ja, dat is E inderdaad. Ja. En dat is E. Hè? Maar die nog, dus je ziet dat verband zit overal, of je nou van finance of van geometrie gaat. Hè? Ja. Ja, de theorie gaat allemaal ver over mijn bol, maar ik ben benieuwd, ga je daar een praktische implicatie of applicatie voor zoeken? Ja, dat is nu wel, dus van dat, om eerlijk te zijn is dat ook wel iets waar ik mee zit, soort van, ik vind het allemaal heel leuk en het is ook een soort safe zone, want je kan, ik heb ook een heleboel nog niet getoond met hypercomplex numbers, je kan naar geometrische algebra kijken, er zijn heel veel manieren om dit voor te stellen, en je kan het echt, ja, op 100 manieren aansnijden. Maar inderdaad, ik wil dus nu eerst even proberen de stap naar economic engineering te maken. En dan zou het inderdaad wel moeten kunnen, denk ik. Ja, volgens mij. Hey, dit is wel belangrijk. Ja, die is gewoon. Ga maar naar die slide toe waar je die momentum loopt te behouden. Weet je? Ja. Dit is je momentum, dus dit moet je prijs zijn. Hè? Ja, dat is het idee inderdaad. Een soort, ja, en wat is dat? Dat is gewoon de credit outstanding of zo. Dat kan niet anders. Oké? En als je dat dan uitdrukt hier, dan staat hier dat de credit is m k kwadraat van delta. Dit is je snelheid. En dit is je prijs. Ja, dat valt me in. En dit is je massa, hè? Ja. Dus dat is wat er staat gewoon. Je hebt gewoon het opgelost. Je hebt gewoon een deeltje
Wat beweegt in een Lorentzische ruimte in plaats van een Euclidische ruimte? En dit is het PSMV. Je kan het ook maar afgeleiden. Ja, maar dat is natuurlijk, van, je moet natuurlijk dan wel om even laten werken, moet je gewoon M goed definiëren. Zeg van, dat is de hele zin. Ja, of MK-gedrag moet je goed definiëren. Ja, precies, ja. Maar dat is je hyperbolische moment of inertia. Dat is wat er aan het gebeuren is. Dus je hebt hier gewoon een hyperbolisch I-element. Ja, ja. Oké? Okay? En dit is de... En dan bounded, wat in dit geval noemt u de delta, of ik heb een delta uit de G. Ja, natuurlijk. De relativiteitstheorie is niet snel één, natuurlijk kan niet groter worden dan de lichtsnelheid. Dus het is gewoon die delta en bounded. Nee, dit is niet de snelheid. Nee. Dit is een rapidity. Nee, dat is ook niet waar. Dit is toch een hoek? Dat is de hoeksnelheid? De rapidity is, sorry trouwens, de rapidity is deze. En dat is een hoek, zeg maar, bij ons is het een hoek. In Tempie is dat een snelheid, waarom? Omdat wij hebben geen tijd als hier. Afgeleide van de rapidity dan. Ja, want in relativity is dit de tijd, zeg maar. Ja, dus dan, dan komt die snelheid eruit. Terwijl in ons geval hebben we nog steeds over een hoek. Ja. Maar het is dus, ik zeg ook snelheid in aanhalingsteken. Het is gewoon een gewone Newtoniaanse beweging, maar dan in een hyperbolische ruimte, niet in een Euclidische ruimte. Dus je weet dat Newton zijn eerste wet zegt dat een lichaam in rust gaat in een rechte lijn. Oké? Okay? Maar de rechte lijn hier is de hyperbol. Dus in rust gaat hij gewoon langs die hyperbol. Ja. Oké? Okay? Want dat is de geodeet. Weet je? Dat moet je zien. Dus, ja, dus wat gebeurt er als jij die rente krijgt? Nou, dan ga je gewoon ben je lekker rustig als je kapitaal groeit en je rente blijft groeien. Als er ineens ophoudt met je kapitaal te groeien, niet meer compounden, dan ben je helemaal niet meer fijn. Dan is een kracht op jou gewerkt. Oké? Okay? Dus zo moet je het interpreteren. En doordat je dan naar de exponentiële groei gaat kijken, dan zeg je, zie je dat Doppler-effect aan die relativistische effect. Dus je hebt het gewoon opgelost. Je hebt gewoon het probleem. Je bent er nou eigenlijk. Als je nou gewoon even doorgaat, ja. Dan zie je, hier heb je gewoon een inkomen. Weet je? Hier staat gewoon een half m2 kwadraat. Want dit is je v, en dit is je m, en hier is die 2. Weet je? Nee, ja. Dus je bent gewoon done, weet je? En nou, dit is een co-energie, hè? Dus dit is een functie van, Ja. Oké? Okay? Dus het is eigenlijk de co-energie wat je opgeschreven hebt. Je hebt hier gewoon een I-element. Nou, ja. Done. Ja. Nou, wat is het C-element? Nou, dat is weet je wat het is? Heb je zo gedaan. Een R-element heb je ook zo gedaan. Nou, dan heb je een bondgraaf. Maar dan in de hyperbolische ruimte. Maar je kan gewoon je bondgraaf doen. Het enige wat je moet zien is Newton zijn eerste wet verandert van rust is een rechte lijn en rust is een hyperbol. Hè? Nou, dat is niet zo, hè? Dat is niet zo moeilijk. Op een aarde, als je met een vliegtuig gaat, is ook de kortste afstand niet een rechte lijn, want dan boor je door de aarde heen. Weet je? Je moet gewoon langs zo'n geodeet gaan, een grote cirkel. Hè? Nou, dat is alles. He, dus daarom zeg ik, je moet de Poincaré disk gebruiken, want dan kan je die hele hyperbol op één ding doen en dan zie je gewoon hoe de rechte lijnen gaan. Ja, ja. Dus die rechte lijnen die zien allemaal hetzelfde uit. Dat zijn cirkels die een hoek zou maken met de rand. He, maar dat zijn die verschillende hyperbolen die je op de hyperboloid kan tekenen. Ja, ja. En dan zie je hem gewoon zo weggaan en wordt hij wel steeds kleiner, omdat die langs de hyperbol aan het weggaan is. En dan hier zit je lekker in het oneindige, heb je oneindig lang geïnvesteerd. Oké, okay. Dus je bent er gewoon. Je hebt gewoon een hyperbolische. Kijk, in bondgraaf heb je gewoon een lineaire momentum, dat is gewoon wat we altijd doen. Dan heb je de rotational analog. Ja. En nou heb je de hyperbolic analog bij aan het ontwikkelen. En die kan je gebruiken voor bankieren en renten en gaan. Dat is wat je gedaan hebt. Ja, wat het wel natuurlijk is een soort van, zodra je aan evaluation gaat doen, dan wordt het non-linear. Dat is net hetzelfde als met een circulaire beweging. Zodra je iets met een afstand hierop moet doen. Waarom? Hier staat gewoon een lineaire vergelijking. Maar stel je hebt een soort slingerbeweging, je hebt een veld dat in deze richting werkt, dan heb je geen lineaire vergelijking. Maar in die nieuwe metriek is die lineair. Nee, dat is niet waar, toch? Want zeg maar, dat is toch net hetzelfde als met waarom een slingerbeweging is toch non-lineair. Ja, maar hier staat gewoon dat is een oude slingerbeweging. Omdat dat veld dat loopt zo, ja. En je manifold gaat zo. Oh, zo, ja. Het, wat ik daarmee wil zeggen is, het is niet zo erg dat dit non-lineair wordt, want in de rotatiemechanica gebeurt het ook de hele tijd. Daar heb je ook de hele tijd zien. Ja, maar de theorie is wel lineair, want de angle momentum. Zolang je het gevolg heeft wel, ja. Dat wel. Ja. 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 Ja.
Dat is gewoon met de rotational analog ook. Dat is gewoon de verandering van angle momentum. Dat is gewoon een of andere. Ja, maar het komt door de zwaartekracht. Ja, precies. Als oh, door de zwaartekracht. Ja. In de ruimte is dat dingen lineair. Ja, ja. Maar door de zwaartekrachtveld wordt die niet lineair. Ja, ja, omdat dat is het probleem. Ja. Maar als ik dus zeg van ik heb een soort risico van dat het rond deze richting loopt, nee, dan wordt het nog niet. Maar dat vind ik niet erg, hè. Zo van, ik wil alleen maar illustreren dat zo'n causal sensitive naam niet erg is. Je moet gewoon zien wat er gebeurt. Heb je niet goed nodig bij de klassieke beweging. Maar de reden waarom dit zo goed is voor dezelfde reden dat je gewoon de rotationele analoog zo goed is. Want als jij die slinger neemt en jij gaat een x en een y, dat is hartstikke ingewikkeld. Heel moeilijk, i-element met allemaal gekke effecten, dan krijg je allemaal niet gemodelleerd. Maar in de rotationele analoog is gewoon één i-element, zoals je met een moment of inertia. Ja, dat. En dat is hetzelfde, want je gaat en dan heb je hier heb je die hoeksnelheid, komt er gewoon uit, weet je? Ja. Dat is alles. En wat je hierin doet, is een verandering, een torque doe je hierin. Hè? Ja. Nou, wat jij doet, je hebt dat gewoon een hele ding. Het is precies zo, nou, maar dan voor een hyperbool. Gewoon één neerwerkt. En dan zit je niet anders zit je te kijken, want ik heb zoveel rente en zoveel dit, heb ik exponentiële groei. Hoe kan dat nou lineair zijn, bla 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 bla. Nou, je bent gewoon dan. Nou, dan weet je een C-element. Dat is ook een hyperbolisch C-element, weet je? En een hyperbolisch R-element, weet je? Ja, ja. En die werkt net zoals de gewone rotationele, weet je, eindige momenten, maar dan is het hyperbolisch eindige momenten, dat is alles. Huh? Ja. Oké. We zijn te veel tijd aan het pakken van. Ja, van de hoek. Ja. En ik moet er dus uit. Oké. Ja. Dankjewel, Jeroen. Om te... Ja. Hé, hey, ja, bedankt. Ja, bedankt. Dank je wel. Dankjewel. Wij zien elkaar morgen weer. Ja, inderdaad. Ja. O ja, zo. Oké. Goedemiddag, allemaal. Doei. Hoi. Nou joh, je bent er gewoon. Je hebt gewoon een hele nieuwe bondgraafanalogie erbij gegooid. Ja, zeg maar, ik vind het concept. Ik wil ook wel gewoon soort van de verschillende soorten risico's graag in zo'n potentiaal. Ja, tuurlijk. Ja. En je moet het projecteren op een euclidische ruimte. Dus dat kan je doen. En dan kan je dus al die relativistische effecten zien. Ja. Weet je? Ja. Als je zegt van je intuïtie is gewoon. Ja, gewoon een bondgraaf, gewoon rechte lijn te wijzen. Wat ga je nou zien dat anders is, weet je? Ja. En dat is interessant. Huh? Ja. Maar je hebt al een hele grote stap gedaan, dat je gewoon nu de nieuwe rechte lijn hebt, weet je? De dynamica is dan inderdaad. Ja, maar ook de dynamica, gewoon in de hyperbolische ruimte zelf, dan is die het gewoon een lineaire theorie. Ja. Huh? Hey, ja, dat is waar, ja. Zullen we een hele korte break nemen of zullen we gelijk doorgaan? Ik zou gelijk doorgaan. Ja, oké. We hebben weinig tijd over. Ja. Oké. Goed. Kun je op de rechter pijltje drukken? Pijltje. Dan moet ik even naar links. Sorry. Dat slaat. Yeah, it's a lot of explaining to do. I'd like to present a research proposal for optimal production scheduling and pricing. So what that means in this context is that means controlling the prices and production schedule in an economic engineering model of a manufacturing company with the goal of maximizing profit. So maximizing profit is actually the goal of most companies, and specifically for a manufacturing company, the two largest influences that management has on maximizing profit in the short term is through the production schedule and through the prices for raw materials and for finished products. These two processes of production scheduling and pricing, they're actually often treated completely independently, which is a large limitation because the influences of each of the processes influence each other very greatly. So that's why I want to propose a method for optimizing them together, and that is through economic engineering. So to explain how this proposal comes into play, I'd like to go through four steps.
The first of which is explaining how the current methods for production scheduling and pricing are in industry, and also show what the limitations are. And I'll do the same for the methods that are currently used in literature, and I'll be naming three classes of methods for that and showing the limitations of each of them. Then I'll show that economic engineering could be a method that can solve these limitations, and I'll show how I propose to do so. And that's also what I'll finish with a research proposal. So first, I'll show how production scheduling and pricing is currently done in the industry. And the most important thing to note is that the process of pricing a finished good or a raw material and making a production schedule, these processes are done independently of each other. So there's often two different entities that do these processes, and that's also why I want to discuss them separately right now. And the first of which I'll discuss is production scheduling. So production scheduling is currently done in a very static manner, and the way it's done is using often Excel sheets in which a production scheduling entity manually puts in when a certain production schedule, a certain production process is scheduled. So he has to take into account constraints, of course, but doesn't take into account any dynamic relations with other variables, such as what the prices can be of the products that he's producing or certain scarcity in the market. He doesn't include any costs or margins or profits at all in his optimization. So the pricing department does include, of course, financial variables, as well as, of course, the goal is to maximize the margin and maximize the revenue of this department. And the way they do that is often through a cost plus pricing basis. So they take the costs incurred in the processes of making a finished product and add a markup to that, so as to determine the price. Now, if you use only that method, then you could potentially price yourself out of the market, because you could just set the price as high as possible. So you have to also look at what the demand will be for such a price, and that's why often companies consider some demand response to such a price. So this way there's a sort of cost plus and demand driven hybrid of pricing. So the demand response for a certain price is looked at through negotiations with customers. They're often done on a monthly basis for making contracts. So I've discussed these two processes separately, and that is, of course, because they are done separately as well in industry, and this is the biggest limitation. They don't take into account the dynamics. Say when the marketing department changes the price, so they lower the price, the demand might raise for a product, and that could that results in the manufacturing department suddenly having to make a lot of that product to supply for that demand, and they might not be able to do that because of capacity constraints, or they have to make room by eliminating production for other products, and that might hurt the profit in the end. These dynamic limitations, they're not included in the optimization in industry. So knowing that, we'll have a look at what's being done in literature, or what's possible in literature, and I'll go through three classes of methods that currently exist in literature for optimizing the production scheduling and pricing. And so the references in these slides, I've included them at the end. If anybody's interested in them, please let me know afterwards. So the first class of methods I want to look at is that of mathematical programming. Mathematical programming is a method in which an objective function is stated, which is often the profit, as can also be seen on the slide at the bottom. And this profit is often a summation of terms of the revenue on the left part, and then minus a number of costs. So these costs in this case are the setup cost, the inventory holding cost, and the production cost. But they can also include raw material procurement costs or any other costs that you want to include. You sum them for all the products, so multiple products are taken into account, and for over a certain time period, so that you maximize profit actually over a time period. Now for the revenue part, often also a demand response is taken into account in the form of a demand curve. In this case, in the formula, it's a linear demand curve, but it can also be nonlinear. So this is taken into account in these methods.
And the way they're often solved is through heuristics. So they give, they're given the algorithm is given a set of possible solutions, and it checks which is the best one. A big limitation, however, of these methods is that they do take into account a lot of constraints, but no specific dynamics for say the price. So the price is just a variable which you can set whichever way you want, and it's not that dependent explicitly on any other variable. So the second class of methods I want to discuss is that of input-output theory and control theory. This is often depicted with block diagrams and make use of the Laplace transform or the Z-transform to couple blocks, a couple of the equations and blocks together to make a system like this. And the system shown at the bottom is actually the only one found in literature in which the price of a product is used as a control variable. And that makes one of the biggest limitations that the price is often not included in production scheduling and models in this class of methods. They actually only also look at aggregate production control. So that's over, say, what do you want to produce in a month instead of when do you want to produce a certain product. But a big plus of the method is that you can quite easily include delays. So just like in the mathematical program method, you can include constraints as well. But this time, instead of maximizing the profit, they're often looking at the net present value. So the biggest limitations of this class of methods are that they only look at aggregate production and not actually production scheduling. They only include the prices once. And when they do include them, they don't take them into account dynamically. They just set it as a control variable again. So the last class of methods I want to look at is that of bond graph modeling. Now, bond graph modeling, an example can be seen at the bottom here, which is a bond graph model of a station within a manufacturing plant. And bond graph modeling is actually a very easy graphical method to represent a system using a set of predetermined elements. And what's often done in literature is that the C element represents a stock and the R element represents a production element. However, no I element is included, so no markets or no prices are included, let alone any price dynamics, which is the biggest limitation of this class of methods. And on top of that, when you make a system much larger for multiple products, it expands a lot and make it way too overcomplicated. So this will not be suited for any larger methods. So a quick recap before we go on. The biggest limitations currently for production scheduling and pricing in industry are that the two processes are seen independent of each other, although they're very strongly dynamically related. And that makes it so that the dynamics are not taken into account at all. In literature, they are sometimes dealt with together, for instance, in mathematical programming. But again, there's no price dynamics involved. That's why I want to use economic engineering, because in economic engineering, analogs are stated between mechanical systems or mechanical variables and economic variables, which make it possible to use the dynamic and causal equations within mechanical engineering also for economic systems. So relations exist which can couple the sales procurement department to the production inventory department. And this way you can make a dynamic model of an entire economic system. An added benefit of using this is that coupling these equations together can result in a state-based system, which makes it possible to use control theory to, say, maximize profits. So now I'd like to quickly show how I envision the economic engineering application to a manufacturing plant. And I'd like to do that by presenting different parts of a manufacturing plant and how they are represented in block diagrams. So I'll start off with inventory. And this is an adaptation from what's already been done by Simon a long time ago. That is an integral form of inventory. So what's happening is an incoming and an outgoing flow of inventory are integrated over time. And that's represented the integration by a discrete time frequency domain form, the fraction, as you can see over here.
which in the end results in an amount of stock kept in inventory. So this same block diagram with the inflow on the left and the outflow on the right can be done not just for final products, as is done here, but can also be done for the raw materials in the exact same manner. So from inventory, I'm going to production. And production, in this case, is seen as a transforming element. So in production, flows of raw materials are converted to flows of finished products. And to determine what exactly those recipes are that are being activated and are being produced, I envision the X, that is the production control input. So I'll show you how that works in just a little bit. Within the block on the last slide, two matrices are present, which represent the recipe. And so how you can see that is when you look at each column represents a recipe in both matrices, and each row represents a good. So it can be a raw material and it can be a finished product. So when we look at the leftmost column, we see that the left matrix is the output, so of the top good, 3 comes out for a certain recipe, and that's a flow, a volume flow. And if we look at the right matrix, which is a representation of the build materials, we see that of the third and fourth and fifth rows, so the third and fourth and fifth goods, a certain flow has to go in. And when you put these together, so you subtract the build materials from the output matrix, you get a complete recipe matrix. And by multiplying that by a vector x, which has either a 1 or a 0 on a certain row, you can select a recipe to be produced. So that's the controller. Now the delay, which is present in multiple parts of the open manufacturing system, can quite easily be represented by taking the power of z. So in this case, when you have multiple products, you put them together in a matrix, and each exponent determines what the actual delay is. So then moving from the physical flows to financial parts of the system, this is the pricing policy and together with the markets on the finished product side of the system. So what's happening is that the price of a finished product is based on the costs incurred in the process of making it. So these costs are both the fixed and the variable costs for making a finished product. And they're taken together in a controller in this case. So rev block represents a controller, which determines how the price of a finished product must change. And if you integrate that over time, you get the actual price of a finished product, which is then used in the demand function to determine what the demand for that price for a certain product will be. The same method can be used for determining the prices you want to pay for raw material, but in this case, you don't use the costs, but you use the desired raw material orders. So if you want some raw materials, you determine what the desired flow for the raw materials must be. And based on that, you want to change the price, what you want to pay for that raw material. Again, that goes into a market, in this case, supply function. And that results in an amount of, in a flow of supplied goods. So the costs for different processes in a manufacturing plant can be represented by two different equations in this case. There is the holding function, which represents the cost or the convenience rather for holding inventory. So this inventory is the Q, the red arrow, and that can be done for both raw materials and finished products. And that results in a certain convenience by multiplying with a factor k, which can be seen as a sort of usefulness for holding inventory. And the second type of equation is that for the production costs, so only the variable production costs,
which is dependent on the supply flow of finished goods coming out of the production. So the more you produce, the more it will cost you. And then the last part I want to discuss is that of the production scheduler. This is a very complicated block within the system, which is yet to be determined how it's actually going to, what algorithm is used as its decision making. But it takes into account all the costs, the inventory levels, also the profit margin for the products that you want to sell. And it outputs what raw materials are required for the production, as well as what production you want to do at what point in time. So if we put all these blocks together in a larger block diagram, so far the block diagram as seen on the slides is what I came up with. However, this of course is something that must further be developed in the research I will propose just later on, as also this is just a graphical representation of the entire plant. So that's why I propose to do the following. I would like to design and validate an economic engineering model of a manufacturing company. So based on the graphical representation that I've just shown, I want to build it out to a mathematical representation. And then I also want to design and implement a controller for that model, which is capable of maximizing profit over time through production scheduling and pricing. Now, I see this in a couple of steps. First of all, I want to mathematically model the manufacturing company, and I'll do that just for one product at the start, and later on move on to multiple products and also introduce the interdependencies between these products. Then I also want to start off with a fixed margin, so don't control the pricing yet, and move on to control pricing later. In this process, I want to be validating the parts of the model and, of course, in the end, also the entire model through interviews with the employees of Valtra Specialty Chemicals, which is the company that I'm doing this research with. And I also want to validate the model using data that they can provide me. And finally, I'd like to design and implement a profit maximizing controller, for which I currently envision a model predictive controller, because that is capable of maximizing profit over a time period. And lastly, I'd like to do a performance analysis to see how the control model actually performs relative to the current manufacturing plants. So to conclude, currently in industry, the production scheduling and pricing processes are done independently, separately of each other. So they don't include any dynamic relations between each other, which is a big limitation. In literature, there is no methods that include the dynamics of the price in production scheduling and pricing optimization, although they do treat the production scheduling and pricing together often. Economic engineering actually can bring the solution to this problem because it gives equations which can link parts of economic systems together in a dynamic and causal way. And when you make a model by using economic engineering of the manufacturing plant and applying control to it, you can actually maximize profits. What happened to it? It's broken. It's been in the 15 minutes. Yeah. Dat is ja, is net 25 minuten of is het 20 minuten? Ik vergeet het altijd. Het is bij 20 minuten. Oké, vragen? Wouter? Ja, Wouter. Ik zet mijn koptelefoon af. Zo'n amateur altijd. Ja, onverstaan. Je bent te horen. Oké, dat was net al erg. Dus ik hoorde het niet. Je zei net bij de literatuur dat bondgraven een gebruikte methode is. Alleen dat als het systeem veel groter wordt, dat dan een probleem gaat worden. Is dat dan ook niet iets wat bij jou het geval is? Bij jouw methode het geval is?
Nee, dat is niet het geval. En de reden daarvoor is dat in een bondgraaf voor ieder extra product wat je toevoegt, een extra C-element ook zal moeten toegevoegd worden om daarvoor de stok, om dat te kunnen bijhouden. Maar in een blokdiagram kan er in ieder blok een vector aan als signaal binnenkomen waarin al die flows zitten. En het systeem zelf blijft dan hetzelfde, maar de hoeveelheid goods die erin meeneemt, de hoeveelheid materialen die erin meeneemt, die kan je vergroten zoveel je wil. Dus de grafische representatie wordt in ieder geval niet groter bij mijn methode. Oké, dat is bij die bondgraaf methode vooral de grafische. Ja, klopt. Duidelijk. Hoe zou je een controller implementeren in een bondgraaf? In een bondgraaf zou ik een controller implementeren door bijvoorbeeld een source flow, of een flow source, of een effort source te moduleren. Dus en de delays? Die delays in een bondgraaf zijn, er zijn methodes om een delay in een bondgraaf te verwerken, maar dat is amper gedaan en de manier waarop ze dat doen is ook door een speciaal nieuw element in te brengen. Waarbij ze eigenlijk, ze maken een analogie naar een compressible material waar een soort kracht doorheen flowt. En op die manier zou je eventueel een delay kunnen meenemen, maar een delay is veel makkelijker mee te nemen door simpelweg de exponent van een z te nemen in je discrete frequency domein. Ja. Heb je ooit naar de BattaryNets gekeken voor? BattaryNets. Ja, BattaryNets, ja. Ik heb ook naar BattaryNets gekeken. En BattaryNets wordt voornamelijk gebruikt om alleen maar de fysieke flows weer te geven. Ja. Niet de financial flows. Ja. Dat is niet te passen op een economisch systeem. Nee. Ja, als je zo die reset laat zien, dan moet je meteen aan die BattaryNets denken. Maar inderdaad, is het wel een beetje. Ja. En hoe ben je van plan je systeemparameters te gaan identificeren? Ja. En je model te valideren? Ja. Dus wat ik van plan ben is om te beginnen met ieder onderdeel van het model, ieder subsysteem apart te modelleren en data te gebruiken die ik van Valtus heb gekregen om te bepalen wat de parameters in het systeem zijn. Dus eigenlijk ga ik system identification toepassen op subsystemen. Om in ieder geval daarvoor de juiste parameters te krijgen en uiteindelijk ook voor het complete systeem dat zal te proberen. Zijn al die, is al die data beschikbaar? Bijvoorbeeld als ik kijk naar de relatie tussen stored raw materials en convenience cost of carry? Nee, dat is zeker niet overal beschikbaar. Voor sommige, zoals de convenience of de cost of carry. Dat is afhankelijk ook van wat, ja, zo'n soort subjectieve variabele ook van het bedrijf, hoeveel zij ook de convenience zien of achten daarvoor. Dus dan zou ik ook expert opinion moeten aanvragen binnen Valtris. Dus niet overal is data van beschikbaar, maar ze zullen wel een estimate kunnen geven als ik ze in die situatie voorschot. Ja. Oké. Ik weet niet of dat echt in je presentatie vertelt, maar wat doen die roze blokken? Ah ja, de roze blokken, ik had het kort genoemd eerder bij de scheduler, maar de alle roze blokken zijn in principe controlling blokken, controller blokken. Die nemen dus bijvoorbeeld aan de linkerkant de price policy. Die bepaalt op basis van wat voor materialen er geordend moeten worden. Wat ze voor een prijsverandering aan moeten geven. De prijs omhoog moet gaan, omlaag moet gaan, zodat ze ook die materialen kunnen krijgen. En uiteindelijk is dat afhankelijk van de markt. Maar dat zijn controlling blokken. En hetzelfde geldt aan de rechterkant en de sketcher. Ja, oké, dus je maakt duidelijk de onderscheid tussen control en systeem.
Ja, ja. Dus het systeem is eigenlijk... Het systeem is eigenlijk alles buiten de groene lijn en boven de groene lijn. Oh, zo. En boven de groene lijn, dat zijn de controllers. Ja. Ja. En dit is dan de feedback control. Ja, dus het systeem. De controller die ik op dit moment voor me zie is een MPC controller. Dus die neemt dit model in controller mee en iedere tijdstap bepaalt het wat voor een production er gepland moet worden, wat de prijsverandering zou moeten zijn. Dat vloeit door het systeem heen. Dus bijvoorbeeld de prijsverandering heeft een gevolg voor wat er supplied wordt. Dat heeft een gevolg voor wat er in de storage zit en wat er geproduceerd kan worden. En dat heeft uiteindelijk ook weer gevolg voor wat er verkocht kan worden. En al die kosten en prijzen en quantities in storage, die worden allemaal teruggevoerd naar de controller. Dus Kazer in het geval, die dat weer meeneemt voor zijn volgende stap. En zo gaat het te doen. Nog meer vragen? Dan heb ik wel een paar opmerkingen. Mm-hmm. Dus een goede presentatie hoor. Maar ik heb wel een paar dingen. Sommige stilistisch. Ga eens naar je eerste slide. Kijk, je hebt natuurlijk een hele lange subtitel. Hè? En dus op zich is daar niks fout bij. Weet je. Maar ik vind het niet echt effectief, oké? Okay? En ik zie dat ding meer als een soort abstract, want wat er gebeurd is, je hebt bijvoorbeeld woorden die in de subtitel zitten, die ook in de titel zitten. Schedule, prices, hè? Ja. En zo. Dus het is meer een soort beschrijving van de titel, weet je? Dus, en het is gewoon... Ik kijk op het bord ook, voor je presentatie, de hele subtitel die je redt gewoon op het bord af. Dus hij werkt gewoon niet zo lang. Nou, het systeem is niet gebouwd op zulke subtitels. Lange ondertitels, hoe noem je dat in Engels ondertitels? Het is niet handig voor een presentatie. Nee, het is zo ongebruikelijk. Dus ik zeg wel, er is niks fout mee en soms is het wel leuk om misschien wat anders te doen. Maar ik heb gewoon moeite om te lezen. Elke keer moet ik weer lezen, weer lezen. En ik zie gewoon niet wat die zegt. Behalve dan een beetje, ja, gewoon profit er ergens in, weet je. Dus ik zou in ieder geval zorgen dat je subtitel niet dezelfde woorden heeft als je titel. Wat is dat nou voor nonsens, weet je? Ik wist ook het plaatje van de Faultless Plant. Ja. Ja, dat is een probleem wat je aan het doen bent. Ja, dat is het volgende. Je hebt de hele context weer uitgelaten, weet je. Dus dat was een beetje een zware kost, weet je. Right. Ja. Dus je hebt gewoon alles wat je goed deed voor je vorige presentatie, heb je gewoon weer genegeerd. Ik heb het wat anders gedaan. Ja, en het is gewoon prettig. Want achteraf moet je zeggen, oh ja, en I am doing this and that was, and all right, well, thank you. Weet je. En dat was het blok van zijn controle. Ja, nou dat vind ik ook, daar kom ik nog aan toe, wat is dat ook, weet je, hè? Oké, okay. Dus het volgende plaatje hier, wat is het volgende plaatje? Weet je, dat plaatje zoals table of contents vind ik altijd een beetje, weet je, dat moet je gewoon doen. Helemaal geen slide voor nodig in mijn ogen, een heleboel woorden die je ook gewoon kan zeggen terwijl ik naar de titel kijk, weet je. Hier staat gewoon table of contents, dat vertelt me niks nieuws. Weet je, liever de titel. Weet je, dus dan heb ik liever deze points op de eerste slide als een soort mini abstract of zo. Of table of contents. Snap je? Ja, of je zegt het gewoon. Of je zegt het gewoon, ja, dat zou ik doen. Ik zou het zeggen, weet je het ook. Ja, ik vind het algemeen dat je veel te veel woorden gaat naar de volgende slide. Nou, deze valt er nog wel mee. Nou, maar. Nee. En kijk nou hoe lang die titels zijn, dus gewoon,
Het is gewoon niet doorheen te komen. Dus je gebruikt veel te veel woorden in mijn smaak. Met nogmaals een kwestie van smaak. Maar ik heb er moeite mee. Dus ik heb zit altijd, moet ik besluiten of ik naar jou luister of dat moet ik lezen. Weet je? En ik kan het maar nooit doen. Hè? Dus, ja, want hoe had je dit vorige week deze slide, dus de informatie op deze slide gepresenteerd? Want ik kan me herinneren dat je heel duidelijk zei van dit scheduling en pricing doen ze apart. Maar volgens mij heb je niet zoveel woorden op. Alleen dit. Ja. Ik heb alleen dit gedaan. Ja. Ja. Ik vond het toen duidelijker dan nu. Nu, ik vind wel die literatuur, dat je dat erbij doet, vind ik. Ik vond het wel mooi hoor, ja. Ik vind het wel mooi. Maar het is... Die nummers zijn afleidend. Het is een beetje veel, ja. Spreek je al die dingen, want ik had dat eerder gezegd als je die vergelijking aan spreekt. Als ze niet nou vergelijking in het groot, dan maak daar pijlen bij van wat de delen betekenen. Maar ik zou ook, het is echt niet zo erg als je referenties gewoon allemaal de laatste slide doen zonder te refereren. Ja, yeah, we hadden het de vorige keer over. En de vorige keer gaf ik niet aan van, nee, het is, ja, ik vind het wel heel leuk dat er referenties bij staan, dan zie je echt dat literatuur is, als je maar zegt dat ze achteruit staan. Ja, maar oké. Okay. Daarom was ik gekozen. Dat is wel leuk, maar je ziet dat het niet werkt. Weet je, 3, 7, 8, 12, 18, 22. Ja, ik is dat niet. Als er 1 of 2 bij staan, daaronder, dan denk je wel van, hè? In dat 12, dat is wel handig, want dan kan ik nog even zien, weet je. Alhoewel het toch niet te lezen valt, hoor. Dus je hè? Ja, en ook bijvoorbeeld die min-tekentje met no pricing dynamics, die zit heel erg verstopt. Dus het is heel erg zoeken naar punt. En ook dit deel van iedere methode voelt een beetje repetitief, een beetje langdradig. Ja, dus als je zoveel tekst erop zet, dan wil je dat ook in stukken laten verschijnen, zodat mensen niet gewoon gaan... Ja, ik wil hier gewoon zo snel mogelijk doorheen, van wat is er al gedaan, er is heel veel gedaan, ik heb allemaal gekeken. Gewoon een paar dingen over zeggen, weet je. En niet zoveel op het bord. En dan doe je ook gekke dingen, dus je hebt daar een caption, ik weet wel wat er gebeurd is. Je hebt een figure, en dan een latex, en dan zegt een caption, en dan zegt die figure, dubbele punt. Weet je, maar als je nou gewoon dat sterretje naast caption zet, dan krijg je dat stomme figure niet, weet je. En wat er hier gebeurt, is je hebt al zoveel woorden, en dan voeg je dat er nog toe. Het is beter. Het is wel niet eens een figure. Het is een equation, weet je. Kun je even denken wat A is? Zijn? A in deze vergelijking. Ja, dat is een conversiefactor van die hoeveelheid inventory naar een kostenaantal. Dat snap ik. Ja, weet je. Dus. Nou, dus ik weet helemaal niet wat deze functie mij zegt. Ja. Okay. Je legt hem niet eens uit, want je hebt allemaal variabelen die eens, je kan het wel inlaten en dan moet je zeggen, nee, ze gebruiken dit soort vergelijkingen. En let nou maar even niet op alles, maar wat belangrijk is, die IP die beweegt niet, zie je, die is gewoon vast. Weet je, dat is wat één om te zeggen, maar jij hebt dan ook nog som van J tot 1 tot grote J en zo, maakt het allemaal uit, joh, tot wanneer je sommeert. Het gaat gewoon om het idee van gelijk. Ja, je kunt het ook omschrijven in... Ja. Dus ja. Heel veel details, weet je, maar voor de rest niet relevant is voor je presentatie. Huh? Nee, ik denk dat ik deze slide en de tweede erna kan. Ja, hier. Kijk, 1, 2, F5, weet je, whatever. Huh? Nee, dat moet veel gecomprimeerd. Veel gecomprimeerd en dan figure, dubbele punt. Wat heb ik daar weer aan? Die hebben we al genoemd. Ja, maar daarvoor was dat niet eens een vinger, was dat een equation. Hier is het oké, want hier is het daadwerkelijk. Er is een vinger, maar dan nog, dat kunnen we ook wel zien dat het een vinger is, hoeven we niet een vinger op een punt te zien, weet je. Wat ik wil zeggen, het is allemaal niet fout, maar het wordt zo busy, weet je. Het is wel verleidend. Ja, zoveel woorden, en wat is nou belangrijk hier, weet je. 6, 20, 21, weet je. Ik ben er niet van. Nee, ik ook niet. Dus misschien hebben we dat wel besloten, hè? Maar het effect is gewoon niet goed. Ja. Maar, je hebt gewoon te veel. Als je af en toe er een hebt, dan is het wel oké. Ja, maar niet in dit gedeelte. Ja, ja, en ten tweede, dan heb je daaronder dat ding, maar kan je nou echt verwachten dat iemand in een zaal kan lezen? Weet je? En als je het niet kan lezen, waarom zit het erin? Weet je? Dus je moet. Nou, op zich is dit wel te lezen, papier. Maar... Ja, oké. Okay. Nou, dan moet je erin laten. Nee, maar
gewoon die extra. Kijk, aan de ene kant vind ik het wel mooi, want het is hier daardoor wel duidelijk dat je echt wel een thorough, weet je, research. Ja, maar het is inderdaad gewoon minder laten zien. Dus bijvoorbeeld als je de bron van deze bond gaat, en dat is goed dat je dat doet. Ja. Dus dat, ik denk dat dat 6 is. Ja. Ja, ja dat is oké. Okay. Maar vooral die vorige, hier. Dan wordt het. Dus ja, als je hier ook nog gewoon weer 14 laat staan, dus dat plaatje, dat is duidelijk. En dan roept de rest. Ja, want ook die including die leest, dat refereert naar literatuur waar dat in is verwerkt. Ja. Okay. Ja, dat is niet echt informatie wat je zo van uit houdt of zo. Dus zeg maar, als je inderdaad als je een figuur van iemand leent, ja, dan weet je wel, dan ben je zo van obliged om het te doen. Maar het is niet de literatuurste die waar mensen op gaan moeten doorklikken. Nee, je moet niet doorklikken hier, weet je. Nee. En dus dat is ook een beetje de layout. Dus je product, de titel is niet heel veel groter dan de rest. Dan staat eronder meteen input output control. Links gaat hier op een of andere wijze. Ja, maar ook en dan heb je twee verschillende soorten bullets. Ja. Dat heeft functie. Wat zeg je? Dat heeft een functie. Nou, ik zie het niet, de functie. Ja, moet je dan die andere plusjes maken? Dat ik had helemaal niet door wat de functie is. Dus ja. Wat is de functie dan? De functie is dat die bovenste dingen zeggen wat er gedaan is, en die onderste drie dingen zeggen wat er mist. Ah, heb je dat? Ik dacht meer aan plus en min. Ja, dus dat heeft misschien wel een functie, want het is niet overgekomen. Oké, okay. Dat moet je wel even duidelijk maken. Zelf in een rode doos. Ja, een rode doos. Ja, en ik ben echt, ik zou echt gewoon, als je ze allemaal overloopt, laat ze verschijnen, want mensen die zo in de tegen. Ja, maar je moet echt oppassen als je dan op een dunne site komt, dan was je klaar sterker op dit stadje 3, dan moet je heel veel. Ja, dat wel, maar eigenlijk moet je daar gewoon doen voor aan de zijkant dat die kan intypen, zeg maar. Dat is dan meer eigenlijk de details. Dat is het probleem. En je presentatie was ook een beetje, je stapte er een beetje zo doorheen. Nee, je kreeg niet het gevoel dat we ergens naartoe gingen. Weet je, hè? Gaan we even verder. Ja, bijvoorbeeld dat plaatje daar, ik ga nog even terug. Ja, misschien kan Wouter lezen dat daar control algorithm staat. Weet je, maar weet je, het is gewoon allemaal moeilijk te lezen. Hè? En weet je, maar deze drie slides. Het is een beetje op point, weet je, gewoon even terugstappen en dan ik heb gewoon gedacht bij jezelf van oké, wat zijn de dingen die ik allemaal kan vertellen, ga ik al bom. Maar nee, wat is het belangrijke punt wat ik aan het publiek even wil overdragen hier, oké? Weet je, in de literature, dan maak je gewoon een paar bullets en dan ga je er omheen praten, weet je. Ja, ik zit zelfs ook na te denken om dit weg te halen, gewoon überhaupt. Ja, wat heb je punten überhaupt genoemd? Ja. Dat is ook een maxpunt, je hebt helemaal gelijk. Ja. Want je moet of luisteren of lezen. Ja. Je kan zien en lezen en luisteren. Ja. Dus je mist één. Ik weet ook al als ik eerlijk ben, een beetje. Ik schrok een beetje van dat we hier pas op slide 4 van de 25 waren. Ja, maar ook en als je dan al zoveel gemaakt, toen dacht ik, jezus. Ik denk ook review van je literatuur is. Ja, het is wel belangrijk, maar niet het belangrijkste. Het gaat je om je proposals. En daarvoor zijn vooral de limitaties belangrijk. Dus dan moet je dit veel belangrijker maken. Dit. Ja. Want dat is het. En je hebt dat is dat minteken wat we nooit begrepen hebben. Dit is een drawback dus. Hè? Nou, dat moet je gewoon keihard zeggen. Weet je, in plaats van heel subtiel, het belangrijkste is met een heel subtiel rood mintekentje. Dat komt er ook nog mee. Ja, weet je, dat moet een beetje, je verhaal moet. Eigenlijk wil je zo snel mogelijk bij slide 7 uitkomen, wat toen ook al zei. Ja, ga maar naar de slide 7. Ja. Dat is duidelijk. Je kan zelfs dat eerst neerkwakken en dan pas een paar slides om te leggen waarom het is. Weet je. Hè? Dus dat is heel revolutionair, dat doe ik dan vaak. Ik zeg, this is where it's all about. Yeah. Nou, laat ik gewoon even over die limitaties heen praten in deze literatuur bedoeld. En vandaar dat ik zeg dat het niet zo is. Weet je? Dan weet ik wel waarom we er al die details van blijven zijn. Nu komt het dus zo, tadaa, weet je? Als een soort goochelwerk. Dus dat zou je nog kunnen doen, weet je? Dat je slide 7, dat je wat wouter zegt, we moeten eigenlijk naar slide 7 toe. Dan moet je gewoon wat tevoren zeggen, dat kan je ook doen. Ik ga gewoon naar slide 7 toe en dan zou je zien, oké, waarom zeg ik dit?
Weet je, omdat deze literatuur doet dit, maar in Marmel Bolgaan gebruikt in dit en dat, we werken een beetje een kapstok om al die informatie aan te halen. Ja, ik ga hem iets meer top-down inderdaad, want nu heb je inderdaad heel veel uitleg om daarna best wel een korte conclusie, maar ja. Eigenlijk meteen ingang ofzo. Nee, precies. Maar sowieso de uitleg veel korter doen en ben niet de conclusies, daar gaat het al! Om te draaien. Dus je moet wel een volgorde hebben, maar dan dit ervoor is gewoon veel. Ja, je moet gewoon maar zien, maar je mag er geen whodunit van maken, weet je. Zo van haal maar informatie en dan op het end met de butler even gedaan. Nee, weet je? Nee, natuurlijk. Dat is wat ik ook toen zei met presentaties, weet je nog? Dat ik het schrijf hoe dat is. Rapporteren. Ja, rapporteren. Hetzelfde. Ik heb nu een beetje van tadaa, maar dan ben je zo moe dat wij dan wat op dat moment gemist hebben, weet je. Ja. Dat is oké. Okay. Ja, nee. Dat, Gaan we nog eens even verder? Ja, en dan kom je met je... Dan komen we onderdelen. Oké, wat vind ik hier fout aan? Het is, je bent heel lang bezig hier om uit te leggen hoe die oplossing werkt. We zijn gekomen voor een proposal. Op een gegeven moment denk ik, dit is helemaal geen proposal meer. Hij staat gewoon blok bij blok uit te leggen hoe dat ding werkt. Weet je, wanneer krijg ik nou de goddamn proposal? Ja. Weet je? Dus ik denk dat je gewoon moet zeggen, oké, dit ga ik proposen. En waarom denk ik dat het een redelijke proposal is? Omdat ik nog zo'n idee kan bouwen. En hier heb ik al een paar dingen gedaan om weer een idee te geven. Zo doe ik dat en zo doe ik dat. Maar ik geef je een paar ideeën, dan heb je hier een waanzinnig blok diagram, dan zit al die ideeën al in werkt, weet je. Maar in plaats van blow by blow door al die details te gaan, dat is gewoon, dan heb je het gevoel dat je een soort rundown krijgt, een soort rapportage van wat je gedaan hebt, weet je. En dat is wel interessant, maar dat is niet het doel hier, hè? Right. Snap je? Ja. Er zit heel veel informatie hier. Is het wel interessant om ook erin te verwerken in de presentatie. Klinkt een beetje alsof je zegt van nou ja, gooi deze erin. Nee, je moet wel ook één of twee blokken uit tillen, weet je. Maar ik zou ze niet... Huh? Ik zou dat doen. Ik zou beginnen met dit en dan duidelijk uitleggen. Oké, dus hier is je systeem. Dan wijs je een paar dingen aan. Hier pak je inventory op. Hier zit je scheduler, dat is de controller. En dan kun je er een paar... Ja, van die bij laten zien. Ja, precies. Maar meer tot jou, net als dat andere, waar willen we naartoe? Je laat zien van wat is economic engineering? Nou, je kijkt hier naar bijvoorbeeld de inventory. Dit wordt toch gedaan in literatuur, maar we kijken ook op deze manier naar prijs. Kijk maar naar deze integrator die de. Ja. Dus meer de effort vanuit hier bouwen. Dat vind ik sowieso altijd beter. Zoals je het vorige week ook liet zien. Van, ik heb een model gemaakt en dit is hem. En hier heb je de scheduling en hier heb je de pricing. Oh ja, dat vond ik ook wel duidelijk te leren. En dat ik toen gewoon een beetje ging tekenen en laten zien, zo ga ik er doorheen. Ja. Maar ik weet niet, kan je dat bij je echte midden doen? Nee, je kan doen wat je wil. We doen het niet thuis. Want er staat een verslag bij. Nou, alles in te staan. Je moet gewoon uitleggen wat in dat verslag staat. Ja. Weet je, je kan niet alles doen. Je zegt, ik licht er even dit uit en dan ga ik hier even over praten, dan krijg je een idee van hoe dat in het verslag allemaal staat. Dat kan je doen. Je hoeft dat ding niet, je hoeft niet alles te zeggen hier wat ook in het verslag staat. Nee, je moet hier gewoon met je showcase. En je krijgt een vraag over Koen over wat nou de controle was en dergelijke. Ja. Dat vind ik dan belachelijk, weet je. En Brett die heeft ook een ding, maar daar heeft ze in ieder geval gezegd van, in ieder geval, nee, die heeft duidelijk gezegd, dit is de controller en dit is het systeem, weet je. Dat is onze hele economic engineering. En je hebt het ding een beetje door elkaar laten tekenen hier, en dan moet iemand vragen, wat is dan de controller? Dus ik zou eerst laten zien dat je het bij benadering neemt, dat je de controller onafhankelijk ziet van het systeem. Hè? En dan zegt, oké, nou heb ik het even het systeem uitgeblazen, de controller uitgeblazen, en nou zie je het zo, of zo, weet je. Dat is misschien wel interessant om eigenlijk zelf het type plaatje wat Britt had gebruikt, die twee, je controller en je systeem, dat standaard is een backdrop plaatje. Ja, want Britt is jou wel wat verschuldigd, want zij heeft precies hetzelfde idee van jou gedaan. Maar zeurtjes. Nee, maar ze heeft ook zo'n flow diagram. Ik vind het hartstikke mooi hoe je dat doet, want ik had er niet over nagedacht om het ooit zo te doen, weet je. Maar jij hebt er echt
ja, ik ben overtuigd dat het gewoon een hartstikke leuke manier om te kijken is. Maar wat je moet doen is dat. Je moet, de Brit heeft het van jou gestaan, maar jij moet van Brit stelen. Het idee dat je het ook een beetje in de big picture laat zien. Dat is wat hier ontbreekt. Weet je, op alle niveaus is het een beetje de big picture. Waar is die walvis plekt? Waar gaat het om in de literatuur? Hoe heb je dit aangepakt als controlesysteem, als regeltechnicus? Ja, ik denk dat bij mij is als je voor dit plaatje zo'n feedback controle van. Ja! Want ik kreeg een vraag van Koen, is dus feedback control? Hè? Nou, goede vraag, goed antwoord. Maar waarom moest op die vraag komen? Dan moet toch gelijk duidelijk zijn dat het feedback control is. Waarom moet er een vraag komen waar de controller is? Weet je? Hè? Ja. Ja, goed, ja. Dus je ziet, het niet uitgelegd is. Nee, en dat is het essentiële hier aan van. Dat je dan een regeltechnicus system to control engineer aanpakt. He? Dus je zit veel te veel in de details. En veel te veel woorden en veel te veel dit. En daardoor wordt het hele ding gewoon saai. Terwijl je hartstikke goede research hebt. Je wat gespecialiseerd. Ja. Ja. Zeker. I know stem. Wat zei je? Je kan wel proberen iets meer dynamiek. Ja. Soms is het wel heel erg. Ja, je maakt iets meer intonatie. Ja, bijvoorbeeld als je echt conclusies trekt en dan. En ja, dat vanzelf. Als je de literatuur bespreekt, wat toen klonk het soms een beetje alsof dit echt het allerergste is wat, wat je kon doen. Om het te lezen. Ja, en ook een beetje, ook wel, toen je ieder subsysteem. Moet soms een beetje van, ja, vind je het wel leuk om dit te doen? Maar het al zo, het is heel rustig en dat is heel fijn. Maar soms mag ook hebben, dat je wat energie hebt. En dat je laat zien van, cool toch dat we zo een prijs kunnen. Ja, joh. Weet je dat we op deze manier een chemical plant kunnen modelleren. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft met het feit dat jij gewoon geen conclusies hebt in klinkt je aan. Dus je zat gewoon jezelf. Heel als een echte ambtenaar, die wel weer thuis heeft dat is niet waar. De naam zegt is nog niet waar. Want er zaten zeker de juiste zinnen in, die heb ik ook gepresenteerd. Nee, maar dat was hier het overkwam. Ja, oké. Okay. Als je nou gelijk. Toen mijn ouder zei: slide 7 wil je naartoe. Dat is wat je wil. Als je dat gewoon neerlegt, dan zien we het enthousiasme. Weet je, dat is hoe ik bedoel. Hey, het is niet. Ik zeg ook, als een soort ambtenaar heb je dit lopen presenteren. Dat is ook een vergelijking wat ik probeer te maken. Van, het is gewoon moeilijk om mensen te enthousiasmeren als je niet van tevoren zegt waar je naartoe gaat. Weet je? Hey, we gaan naar Kolderijk, we gaan goud vinden. Weet je staat gewoon te beschrijven, toen ben ik rechts gegaan, naar links gegaan. Dat is het punt. Hè? Dus er zit geen beweging in. Het is meer een shock. Dat je gewoon de grote lijnen moet zien en een paar bullets, veel minder woorden. En dan hoe het allemaal in elkaar past en dan boom, dan komt die conclusie en dit ga ik doen en dan heb ik net al bereikt. En kijk, ik laat je zien hoe het allemaal mogelijk is met het ene elementje. Want ik heb die gele, dat is belangrijk, zeg je dan, die heb ik daar toegevoegd, weet je, zoiets. Hè? Ja. En als je dan laat zeggen van hoe die matrix werkt en dat recept en dit en dat, dan is wel oké, maar je neemt een beetje af van het feit dat wat die gele elementen, dat dat de big deal is, weet je. Daar zou ik op hameren. Ja, deze dingen, daar moet je op hameren. Dat is wat je toevoegt. Dus je hebt dingen van die lui overgenomen. Dan ga je niet in detail precies uitleggen hoe die matrixvermenigvuldiging gaat. Dat als je dan met een 1 vermenigvuldigen. Dat is het probleem. Hè? Snap je? Ja. Hè? Dus ik zou op die supply function en demand function zou ik lekker. Ja, daar zou ik op in focussen dan. En ook zeker niet voor alle elementen. Het is voldoende om het systeem te laten zien. En wat moet de scheduler weten? Wat gaat hij doen? Dus wat heb je nodig om die scheduler goed te laten functioneren? Ja. Maar weet je, de ironie bij jou is, alles ligt hier gewoon. Je moet het gewoon een beetje shuffelen. En dan kom je met een wereldpresentatie, weet je. De vorige keer flikt die holst dat ook. Hè? Well, let's do it. Ja. Dat zou ik doen, ja.
Dat op zich is het gewoon heel veel gedaan. Ja, ik bedoel, we hebben een gesprek met Jaap gehad gisteren. Dat is gewoon heel duidelijk. Het is gewoon hartstikke goed, vind ik. Je hebt het zelf allemaal verwerkt met die integrator, je hebt de demand function. Ik zie dat ding gewoon tot leven komen. Dat gaat gewoon wel werken. Dat is gewoon een hele mooie these. Maar dat hadden we niet geconcludeerd op die presentatie. Hè? Dat weet ik, omdat ik gisteren daar anderhalf uur heb. Ja, dat is hartstikke goed, man. Hè? Ja, ja. En je hebt ook een super idee, van kijk nou hoe leuk het is. Dan heb je dat allemaal zo ingedaan met een block diagram en dit en dat. Maar ja, je hebt dan net niet dat grote picture erin gedaan. Weet je, het is nog steeds een beetje valtwissen. In de industrie die hebben altijd 25.000 van die blokjes en dan staan ze naar elkaar te kijken, weet je. Maar die zitten echt met die details. Jij moet er naar kijken als een systems en control engineer. Je hebt hier een controller, hier is het systeem, en dit is dit, en daar zit bij iedereen met, weet je. Oh ja, en de rest heb ik gewoon ingebouwd. Dan heb ik gewoon een scène een beetje verbind gemaakt, en van die dat matrix heb ik wel iets anders gemaakt, weet je. Hè? Ja. Hè? Zeg je dan. Oké. Okay. Ja. Gaan we het omgooien. Ja. Ja, gewoon omgooien. Bij wijze van spreken kan je morgen die presentatie houden in de supervorm, weet je. Dus er is niks fout mee wat je aan het doen bent. En dit is moeilijk hoor, want als je dit doet, je zit altijd zo in de details. En dan ga je dat gewoon opschrijven en dan geef je de presentatie en dan zie je iedereen gewoon. Ja, zeker. Ja, het is wel. Het is altijd aan het schrijven. Dat werkt niet goed voor een presentatie. Nee, je bent ook een verslag aan het schrijven. Ja, dan zit je in al die details. Maar zelfs met schrijven moet je daarvoor waken. Want je heleboel theses die lopen net zoals die presentatie aan. Oké, wat ga ik concluderen? Nou, dat weten ze al lang niet meer. Schrijven ze een soort summary op. Wat erin staat, hè? Dan leven ze het in. Dus moet je doen. Hou die afstand tegelijkertijd. Oké? Okay. Check. Ja, goed zo. Zijn er iets op de tijd gegaan? Er zijn ook best wel mensen weg. Ja. Dat is die strijders. Ja, die kon het niet meer volhouden. Die hebben twee schermen. Die hoopt nog naar de control for reaffair, denk ik. Oké, dan zie ik jullie allemaal dit staan. Gaan we er een beetje behandelen. Houdoe. Houdoe. En de mazzel. Ja.